opnemen. Ja. Goedemorgen, uh, middag, Evi. Ja, uh, de, de, uh, voormiddag. Voormiddag. Aangenaam. Ik, heb er, <coughs> ik zei het u op voorhand al, ik heb er lang naar uitgekeken om met u te praten. Het heeft eventjes geduurd, want ik was geveld door ziekte, geen corona. Jij hebt uh, er een week uitgelegen met ja. uh, griep of, of wat was het? Ja, um, dat weet ja, het was een zware verkoudheid. Uh, ik was echt ziek. en... Uh, ik dacht, oh, dus ik pijl naar de dokter, die zegt, ja, ga coronatest laten doen. En um, ik was zo ziek, ziek dat mijn eerste reactie eigenlijk was van, ja, maar nu kan ik nergens naartoe. Hm. Ik wacht wel tot ik beter ben om die test te laten doen. Um, maar dat was wel ook een confrontatie, omdat ik dacht van, ah ja, tuurlijk, we moeten ons allemaal laten testen. Hè? Als je symptomen hebt, laat u testen. Maar als je echt ziek bent dan is dat niet zo vanzelfsprekend om naar buiten te gaan, uh, op uw fiets te stappen of in uw auto te stappen en dan naar een uh, testpunt te gaan. Ik bedoel, dat is, dat is allemaal vermoeiend. <tototototie> maar wat mijn, mijn lief heeft mij gebracht. Ik heb ongelooflijk gehuild. Zo slecht voelde ik mij. Ik bleek geen corona te hebben. De reactie van mijn familie was, joepie, dat mama is niet ziek. <tototie> ik zeg, jawel. En dan ben ik nog naar de dokter gegaan en zei, hij zei, ja, je hebt een virale infectie. Um, ik wil het niet meteen uh, griep noemen, maar... Um, ja, daar, je kunt er echt een week zwaar van afzien. Mm. En um, rusten, 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 rusten. Nee, ook geen antibiotica gekregen, gewoon wees maar eens ziek. En ik heb het dan ook gedaan en ik heb ook echt een week in bed gelegen. En, um, en toen was ik erdoor. <laughs> ik herinnerde mij, um, ik zei het je al voor we begonnen op te nemen, zo die antici... Anticipatieve stress van, oh ik ga met iemand gaan praten. Dan krijg je een berichtje van, ik ben ziek. En dan, oké, okay, ik hoop dat je snel beter wordt. Maar, oh ik moet het vandaag niet doen. Dus het was zo lang uitkijken. En dan zo, als oh, ze is ziek, oh, oké, okay, goed. Dan doen we het wel een maand later. Ik, ik, ik weet niet of dat typisch is, of mensen dat herkennen. Maar zo die, precies zo die plankenkoord, zo net het moment ervoor. Uh, ja, ik, ik herinner me. Met de musical Mamma Mia, die we wel zijn gestart en dan de première en dan was het corona, maar die we hopelijk in deze maand terug gaan hernemen. Ik deed dat doodgraag, echt. Ik vond dat fantastisch. Maar ik herinner mij wel dat ik dan s'morgens, als ik wakker werd, toch dacht van: ah, hm. ja, zo even zo van: ga ik het wel. Ja, hm. Stel voor dat ze het nu afbellen. Zo, dus... Maar zou, je, zou het u deugd doen? Hadden ze afgebeld? Nee. Nee, 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 nee okay. want ik, ik doe dat super graag. Maar het is zo... Ik denk iets, iets moeten doen, of zo. Mm. Dat, dat aspectje van... Ja. Als dat dan sowieso Ook al doe je dat heel graag als dat wegvalt. Alhoewel, niet meer als Ja, maar ja, ik snap je wel een beetje. Mm. Ja, ja. Ik vind dat heel opmerkelijk. Ik heb dat echt... denk, dat is zo de vaste, het vaste dat ik voor elke gast heb. Dat ik denk, ah, als hij zelf afbelt. afbeeld... Ik heb ja. eens een keer bij iemand gezeten. In, in de meetingruimte, alles opgesteld. En de, de medewerker komt binnen en zegt... Um, ja, hij, hij gaat er niet raken, uh, Hij was onderweg, maar hij gaat er niet geraken, zeker niet op tijd. En het eerste wat ik dacht was, yes, ik, ja. moet, het, ik moet het niet doen. Maar ja, goed. Ik, heb, ik vond het ook leuk, want ik herinnerde... Um, ik heb zo ik weet niet van waar dat komt, maar ik weet dat je mij begon te volgen. En dan dacht ik zo, oh, cool, Evie, Evie Hansen begon mij te volgen. En dan was dat zo, oh, leuk. En dan... En dan want dat is zo, al, al, al een aantal jaar dat, dat jij... Omdat ik... Ik heb geen televisie, ik luister niet meer naar de radio. Ik, dus, ik, dus je moet al moeite doen om iemand tegen te komen. Maar dat is zo, ik heb je dan, we hebben dan op voorhand even gebeld. Ik heb je dat ook gezegd. Dat is zo leuk, hoe dat bepaalde personen zo toch deel uitmaken van een soort van collectieve herinnering die mensen hebben, of zo'n collectieve geschiedenis. Mm. En bij u begint dat dan? Allee, ik ben tien jaar ongeveer jonger. Dus ik denk dat dat bij mij zo rond die periode ook is begonnen. En ja, jij bent zo een van die mensen die, die er zo, ja, die zo wat, er we heen fietsen. En je ziet ook van ja, ik hoor eigenlijk wel vaker dat mensen mij zo nog van heel vroeger ja. vaker kennen, jongere mensen van, van. Of dat dan Samson en Gert is, of ja. waar dat dan ook begint, dat dat heel vaak gebeurt. Ja, maar dat is ook heel gek, hè? Om, uh, het was onlangs zo 30 jaar Samson en Gert. En ik heb uh, op mijn 15 zo een paar afleveringen, 15 of zo afleveringen, um, het nichtje van de burgemeester Sofie gespeeld. En, um, maar dat was ontzettend populair, hè, Samson en Gert. En um, er zijn dus inderdaad mensen, en die zijn dan ongeveer tien jaar jonger, die dat mij dus, die, waar ik bijna altijd in hun leven ben geweest, op televisie, op radio, mm -hmm. dus die dat mij zeggen: Ja, ik, ik, ik ken u van uh, Samson en Gert, en dan ging jij voor TMF werken, dan was ik puber. En dan uh, ging je voor televisie werken, en dan uh, nu voor radio. En. Mm -hmm. en um, ja, ik durf dat nu pas ook echt um, uh, te laten doorsijpelen en daar ook wel van te genieten. Ja, want jij groeide, nu dat je dat zo zegt. Ik, jij groeide in uw carrière ja. van, van eigenlijk uh, van een kind, ja, ja. kinderactrice en dan TMF en verder. En voor mij, mijn perceptie, en dit gaat zo stom klinken. <laughs> maar ik weet nog, hoe gaat dat dan? Je bent dan, uh, ik moet even denken, hè, 2007, dus ik was uh, ja, 15, 16 jaar oud, maar dat is zo die periode dat je. Um, zo later naar bed mocht. Allee, dat was al mm -hmm. een paar jaar daarvoor, want toen keek ik weer Expeditie Robinson met moeder. En dat was zo het programma dat ik zo elk jaar een kwartier later naar bed ah, mocht ja. of zo. En tegen het einde mocht ik dan zo dat volledig uitkijken. Duurst, dat, lange. Ja, Duurst heel lang, hè? Ja. En dat was echt zo, en ik denk zo rond die periode dat jij erin kwam, was echt zo: ah, nu maak ik het zo volledig uit. Het, het was zoiets. En dat, is zo, en dat is leuk omdat je dan en opnieuw omdat zo. zo je maakt iemand mee en, en ik stond op dat moment daar natuurlijk niet bij stil dat jij ook in je carrièrepad omhoog ging of, of stappen zette. Maar als kijker was dat zo... Ah ja, die, die is er zo op zo'n momenten waar ik warme herinneringen aan heb. Dat is leuk. En, ja, en ik weet dan... De laatste keer was in 2011 of 2012. Allee, de laatste keer, dat was echt zo heel duidelijk. Um, omdat ik altijd heel veel Nederlands zalige content heb gevolgd, websites en, mm -hmm. en, en, en artiesten. Dat ik um, een filmpje keek van de kraaien. Mm. En, en ik zie daar iemand in dansen en ik denk, maar ik herken die. Daar komen zo uit, dan, ja. ik denk, een vier of vijf hoofddanseressen of danserdanseressen uh, of zijn danser En ik zeg, maar ik herken die, ik herken die. En dan ging ik daar op zoek van de danseressen in, in, in die clip van de kraaien. Ik vind ik ze, je ah. lekker. Ja. Je bent een lekker ding. Ja, want het stukje, wacht, jij komt er twee keer, denk ik, in ja, voor. Want ik heb het gisteren weer bekeken. En dan mijn heel de cool. Ja, een de goeie de dansje, hè? Je, je, je hak ik, klik ik, klik op, op het, het... Vissegraat Parket. Ja. Ja, ja. ja. ja super grappig. Ja, want ik, ik vond dat nummertje leuk. En dan zoek ik die videoclip op. En dan zo, ah, maar ik herken die. En ook zo met die fluo outfit. Alleen met die paarse legging, denk ik, of die roze legging. En zo, ah ja, maar dat is de van de Vroor en zo. En dat zijn zo van die momenten dat iemand zo door je leven heen fietst. Als publiek figuur of als media. Figuur waar je zo toch altijd warme herinneringen aan hebt. Ja, dat is tof, dat is fijn om te hmm. horen. Ja, en nu, en, en het is ook leuk dat het zo verandert: in de zin van hè, eerst is dat Samson en Gertie MF en MFN zoekt en zo verder, die videoclip. Maar vandaag is dat dan bijvoorbeeld met een boek, en daar hadden we het net ook even op voorhand over: van dat je misschien de verwachting hebt: van ja, ik schrijf dit vanuit mijn. Uh, Ervaring, maar ook mijn, de, mijn levensfase. Dus ja. het zal wel zijn voor mensen in mijn levensfase. Maar eigenlijk ook hier weer, zoals je zelf ook aangaf, er zijn best wel wat jonge mensen of jongere mensen die, die zeggen van: Ah, maar ik vind het ook heel herkenbaar of leuk ja. om te leren. En ouderen, dus dat niet zich louter beperkt tot de levensfase waar je in zit. Nee, ja, ja, dat is wel bijzonder uh, met dat boek. Uh, ik dacht ja, ik heb hier een typisch. Eigenlijk, eigenlijk dacht ik, ik heb een typisch vrouwenboek, midlife -crisis boek geschreven. <laughs> en om dat te counteren heb ik uh, het laten lezen door een uh, man van bijna 50, een witte, zwaarlijvige, cynische man. <laughs> mm. uh, Fokke, uh, de baas van de Joker, het comediancafé. Mm. Het, uh, Fokke? Um... Van der Meulen. Van der Meulen, ja. Ah, ja. En, uh... en van de podcast ook. Ja, 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 ja. Uh, Fokkast. En uh, nu, als er één man is die eerlijk is en die uh, uh, geen moeite gaat doen om uh, mij te paaien, uh, zeker niet als ik een boek zou hebben uitgebracht, alleen nooit, dan is het hem wel. Dus uh, ik zeg, ja, fokke, ik wil eens dat jij mijn boek leest. Mm -hmm. En hij was de allereerste man, behalve natuurlijk uh, de uitgever, maar de allereerste man die het boek las. Um, zelfs mijn vriend had het niet gelezen. En, um, en ik stuurde hem dat op. En hij zegt wel, ja, nou Evi, ik ga wel echt, want het is dan ook nog eens een halve Hollander, -no echt heel eerlijk zijn. Ik zeg, ja, ja. En hij stuurt me twee dagen later een berichtje. En hij zegt, ja, ofwel ben ik een vrouw, ofwel heb jij gewoon een heel leuk boek geschreven. En dan, dat was al zo van, ah oké, okay, echt, meent je het? Mm -hmm. <laughs> zo, dan krijg je dan dat compliment en dan nog niet geloven. En dan hebben we uh, weer een paar dagen later gebeld. En toen, dat was heel fijn, die had ook echt de tijd genomen om... Um, ja, zijn punten van uh, kritiek en zijn punten van uh, ja, wat hij goed vond en wat hij wel minder vond. Om heel eerlijk te zeggen. En, en dat was heel, heel fijn. En toen was ik eigenlijk gerustgesteld. Hm. Maar toen had ik het nog niet laten lezen naar jongere mensen. En, en nu beginnen de jongere mensen dat te lezen, tussen de twintig en, en de dertig. En dan um, is dat heel bijzonder om, om van ja, jonge mensen de reactie te krijgen van... Oh, um, ja, je bent misschien al wel verder, maar het is zo fijn dat ik dit kan lezen, want eigenlijk zit ik ook met dezelfde vragen en ja, ze zien dan dat ik toch ook goed ben terechtgekomen. Dus dan zijn ze gerustgesteld en dat doet heel, heel veel deugd. Het is heel, heel dierbaar voor mij. Mm. Even te stoor. moet ik de verwarming hoger zetten? Nee, ze is nog bezig, is Ze is prima. Ja. Ik ga je gewoon zeggen, geef maar aan als het te koud was, ja. ik voel hier zo'n kleine trek, voor mij is het oké. Okay. Ergens zo, daar. Er, ja, het is vaak van de gang. Maar, ja. Nee, is van nog. Als het te koud wordt, dan zet ik hem hoger, zeg het dan maar gewoon. Um, dit, dit, wist jij, wat ik mij vroeg, voor het programma, wist je dat je er een boek over zou schrijven, of is dat pas na de zeiltocht gekomen? Uh, ik, uh, dat is echt na de zeiltocht gekomen. Ik was ook niet van plan om een boek te schrijven. Mm -hmm. um, dus... Uh, ja, dat was echt zo'n aha-momentje, zo, aha zo s'nachts. Um, die reis heeft ongelooflijk veel indruk op mij gemaakt en ik wist het al wel tijdens de reis. En ik had trouwens wel een dagboek bij, ik heb altijd uh, een dagboek op zak, um, maar ik was zo misselijk en moe dat ik er niet heel veel in heb geschreven. Maar dus nee, ik was niet van plan om een boek te schrijven. Niet voor ik op het schip stapte en eigenlijk niet tijdens de, dat ik de ruis maakte, maar ook niet toen ik er net afstapte. Uh, maar uh, ik denk dat wij 12 december of zo 2019 thuis waren. En um, 2 januari had ik al een afspraak met een uitgever om een koffie te gaan drinken. En toen heb ik al wel de eerste tien hoofdstukjes uh, laten lezen. Mm -hmm. Dus op, op twee, dikke twee weken tijd uh, had ik en al de aanzet geschreven van dit boek en had ik dus besloten dat ik een boek ging schrijven en een afspraak gemaakt. Dat is totaal dat is niet mijn ik ben nog, allee, dat is normaal gezien zou ik uh, niet zo daadkrachtig zijn. Mm -hmm. Dat heeft die reis in mij wel aangewakkerd. Dus ik lag s'nachts in bed na een paar dagen um, een week of zo was ik terug en ik dacht echt, dat was echt zo'n een ingeving van, ah, ik ga een boek schrijven en ik ga dat koppelen aan wat ik op het schip heb meegemaakt. Um, en dus dat viel meteen samen. Dus ik had ook meteen, dat was heel mooi, uh, die vorm in mijn hoofd van anekdote van op het schip en dan uh, verwijzen naar mijn eigen leven en zo eigenlijk een soort van levensinzicht te geven. Um, dus, dus dat was, ja, zo noem ze dat zo, een aha-erlevenis? Mogelijk. <laughs> Okay, moeilijk gehoord, hè. Moeilijke Morgens. woorden die ik gebruik. Uh, wel, ik heb wel een kleine. Een, 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 altijd een pleziertje bij Duitsland, omdat ik, bij Duitsland, omdat ik in Duitsland gewoond heb. Ah, dus ja. alles wat. Uh, van zum Kotzen tot Aha-erlebnis, ja. uh, dat mag allemaal. Maar, die, de, de, maar is dat een Aha-erlebnis? Aha? Uh, um, ja, best wel. Okay. wel. Of niet? Kan ook zijn van niet, hè? Het ding, is, het ding is, als je bijvoorbeeld aan een wetenschapper vraagt, was een Eureka-moment? Dan gaat hij waarschijnlijk daar nogal strikt definiëren van enkel wanneer je echt een do Zo zoiets. Ah ja, ja en en dus, doorbraak maakte op dus wetenschappelijk. De, voilà. ja, ja. En de etymoloog gaat misschien zeggen, nee, nee, een aha-erlevenis is enkel als je dit of dit... Ah, ja. Maar ik zou, het, uh, ik zou het wel zo beschrijven, ja. als het ineens binnenkwam. Ja. Want de reis is van, gezegd in december waren wij terug. Ja, 2019, hè? Die 2000... zijn pas een jaar later op televisie gekomen. Want die 2 januari was dan... Dat was dit jaar. Nee, nee, dat nee. was 2019. En de reis was dan nee. 18. wacht. Nee, ja, wacht. Dit jaar zijn we net 2021. Ja. Nee, nee, nee. Dus ik ben letterlijk 18 december... 2000... Uh, wacht. Ik ben 2000... Ik ben... 12 december 2019 was ik thuis. En 2 januari... 2020 mm -hmm. zat ik een koffietje te drinken en had ik mijn eerste aanzet en manuscript met de uitgever. Oh. En, en dus dat was, ik was dat niet van plan. Dus dat was. Ik ben, um, dus ik had dat idee, want het was ook wel mooi. Ik had dat idee. En ik, ik ben meteen naar beneden gegaan. Ik ben beginnen schrijven. Mm -hmm. En mijn lief komt naar beneden en ik zeg: Ik ga een boek schrijven over mijn reis. en hij zegt, ah, dat is goed. Mm -hmm. En. Um, maar ik wist nog niet hoe ik het dan verder zou aanpakken. Want er is altijd zo'n angst: of oh, is dat wel een goed idee? En oh, waarom zou ik dat doen? En, wie, maar, ben ik? wie ben ik? Maar ik, ik begon te schrijven omdat ik graag schrijf. En toen kreeg ik rond 24, 25 uh, december een mailtje. Van een uitgeverij en van oh, zo, ja, mensen waar je ooit eens voor hebt sa met samen gewerkt. Uh, hè, de beste wensen, de beste wensen, de beste wensen. En toen zei ik, de uitgeverij Horizon is ondertussen staand, Geert. En um, die trouwens vroeger ook voor televisie heeft gewerkt. Uh, dus, en hij en ja, is dan de uitgever. Dus die stuurt mij aan, Evi, en nog de beste wensen voor, uh, voor 2020. En toen dacht ik, dit is een... Teken? Oké, okay, dat is mm. geen teken. Maar toen dacht ik wel van, oké, okay, nu gaat het deze kans pakken. Dus ik heb meteen teruggestuurd. Hé hey, uh, Geert, jij ook uh, heel veel plezier en de beste wensen. En ik heb een heel vaag ideetje over een boek. Nog niets concreets. Zal ik dat heel voorzichtig met een koffietje hè, klein, mm. klein maken? Jezelf klein maken. Mogen voorstellen? En hij zegt, ah ja, tuurlijk. Wanneer wil je? En toen heb ik meteen gezegd, meteen, meteen. Dus niet uitstellen. Mm. Pak die moment. 2 januari. Oké, okay, en... 2 januari had ik dus een koffietje en die was meteen mee. Die kon ook meteen lezen: van oké, okay, ik snap uw idee en het is vlot geschreven, ik neem het mee. En ja, ik kom thuis, ik zeg, ik zeg tegen mijn lief, ja, dat was eigenlijk positief. Ik denk dat ik echt, echt een boek ga schrijven. Nee. Zo is het gekomen. Maar waar waren dan die drang? Of, of dat idee van: ik wil het schrijven? Of ik, ik wil het de, de wereld tonen? Ja, wel, ik. Deed... Ik denk dat het niet zozeer een drang was van ik wil de wereld to tonen, maar een angst die wegviel. Een soort van je mon foutisme. En dat is, heeft zeker die reis bij mij wel teweeggebracht. Um, dus 21 dagen de oceaan oversteken en dan heb je heel veel tijd om na te denken, um, ja, om te filosoferen. En um, ik heb toen ook echt wel beseft dat. Het staat ook in mijn boek. Uh, het leven is een oceaan van mogelijkheden en jij, jij bepaalt wat je, wat je doet. En het leven gaat ook voorbij. En uh, je wordt geboren en je sterft en daartussen moet je het doen. En je kan echt. Je, je, tuurlijk, en dat, heb ik, dat doet iedereen: van, is dit wel een goede beslissing? En heb ik hier wel zin in? En wat gaan de mensen zeggen? Uh, maar op die reis heb ik echt wel beseft: ja, maar. Ik, heb eigenlijk, ik schrijf graag, ik schrijf veel. Ik heb vroeger ook um, lang geleden nog columns geschreven voor het Nieuwsblad, in 2006 of 2007. Toen hadden ze mij al gevraagd, van, zullen we die bundelen in een boek? En toen heb ik gezegd, nee, nee, want ik ben geen schrijver. Maar dus die angst om commentaar te krijgen, of zelfs stil te staan bij het vervolg van ik schrijf een boek, of dat, dat viel plots weg. Ik dacht, ik heb zin om een boek te schrijven, dus ik ga dat doen. En dus het was niet zozeer de drang van ik wil dat per se tonen, maar wel van ik heb zin om dat te doen, dus ik doe dat. En ik vraag aan een uitgever: wilt u dat uitbrengen? En die zegt ja. Leuk, cadeautje. Dat is het. Het is eigenlijk zoals een, een cake bakken. Hè? Ik bedoel je gaat ook niet stilstaan en denken van Oeh, ik ga een cake bakken en wat gaan de mensen zeggen van mijn cake en oké okay, ja misschien gaat de onderbuurvrouw ervan proeven maar als ze het niet lekker vindt ja ga ik die cake dan wel bakken maar ik heb heel veel zin om een cake te bakken Allee, heel simpel maar dat was het wel van ik heb zin om een boek te schrijven dus ik ga dat doen en ja wat wat het gevolg daarvan is. Of dat dat nu succesvol wordt of niet. Of dat uh, mensen dat tof gaan vinden of niet. Of dat ik daar commentaar op ga krijgen of niet. Ik heb daar zin in. Zo, mag, ik, mag ik dat dan? Allee, ik pak dit gewoon en ik doe dat. Ik wil u vragen of je daarvoor die reis nodig had. Of dat dat de, de vonk was. Maar ik ga wel de verwarming eerst hoger zetten, hmm. want ik vind het zelf fris. <laughs> De geoefende luisteraar kent ondertussen het gepiep van de deuren van de buren. De bel, want de belt tijdens een opname ook wel eens aan. En u ook. Uh, de... Ik vind dat heel positief dat BPost aanbelt, sowieso. Het gebeurt. <laughs> het gebeurt. Nee, ze zijn, ze zijn heel lief hier. Ja. Um, Wat je zegt, die, die, die toestemming voor uzelf, bij wijze van spreken, om het te mogen doen. Of die daadkracht, noem ik het. Waarom daadkracht? Zo, zo schrijf ik het ook in mijn boek en zo voelt dat ook. Ik heb een, soort, een, een portie extra daadkracht gekregen. Dus in plaats van plannen te maken, ideeën te hebben, en daar vervolgens uit een soort van faalangst of perfectionisme niet echt iets mee te doen, of dat, uh, dat, ja, of dat op, op, op langere baan te schuiven... Hm. Um, doe, heb ik dit gedaan en dat is voor mij echt daadkracht. Als je daar, als je, je kinderen bijvoorbeeld aan u vragen, ja, uh, mama, ik kan die reis niet gaan maken, maar hoe, hoe kan ik dat, dat gevoel van die daadkracht toch internaliseren of toch meepakken, hoe, hoe leg je dat dan aan iemand uit die, die ervaring niet heeft of niet kan hebben of nog niet heeft gehad? Die moeten mijn boek lezen. <laughs> Kan het simpel zijn. Ja, nee, maar dat, 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 daarom heb ik het ook geschreven: van dat je misschien eens gaat stilstaan. Um, zoals ik ook zeg, ook in het boek, je hoeft de oceaan niet over te steken mm. om gelukkig te zijn. Um, ik had ook nooit verwacht dat die reis, echt waar, ik had nooit verwacht dat die reis dit ging teweegbrengen bij mij. Um, dus ik kan niet nie inschatten wat iemand nodig heeft om dat. In te zien. En misschien is het een boek, misschien is het toch een reis, misschien is het het leven zelf. Um, dus, dus ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Um, maar sowieso denk ik, als je een beetje jezelf wilt ontwikkelen uh, en, en een beetje aan zelfstudie doet, dat helpt u ontzettend veel vooruit in het leven. En dan komt toch ook altijd diezelfde boodschap naar voren, namelijk dat je zelf je leven in handen hebt. Um, en ik denk dat ik mijn kinderen, omdat je vraagt zich naar mijn kinderen. Ik ben, het, ik ben een voorbeeld voor mijn kinderen. Hè. Dus um, ik denk dat die wel uh, van hun mama uh, leren dat ze het leven zelf in handen hebben. En dat heel veel mogelijk is. De, ik wil even teruggaan naar dat dagboek wat jij zei dat mm -hmm. je altijd bij hebt. Um, ja, Nu dus wel. net niet, maar normaal altijd. Want kijk, ik heb een klein handtasje. <laughs> en als ik een handtasje ga kopen. Mm -hmm. ik doe dat trouwens niet veel. Die moet echt versleten zijn, dat is nu een vrij nieuwe. Dan moet daar mijn dagboekje in passen. Is het dan een um, A5-dagboekje? Dat weet ik niet. Ja, ik denk het zo. Eentje van uh, die, dat bekend merk: Luchterm of Molskin? Molskin, mm. ja. ja. Mm. Is, dat, is dat iets wat je dagelijks doet? Met periodes. Um... Nu heb ik natuurlijk, en dat is ook vervelend, vind ik eigenlijk. Je hebt uh, je hebt uw telefoon ook vaak bij. Dus ik, ik tip ook soms vaak al als, als, als wandelend uh, dingetjes zien, notities in. En soms spreek ik ook uh, mm. dingen in. Maar dat is toch echt niet hetzelfde dan te gaan zitten en, en daadwerkelijk te schrijven. Er zijn echt periodes dat ik uh, elke dag uh, schrijf. Uh, heel bewust ook uh, schrijf wat dat mijn dromen zijn, uh, wat dat mijn werkpunten zijn, uh, wat mijn inspiratie is. Um, dat ik dingen van mij afschrijf, dat is ook nog iets anders. Um, en er zijn periodes dat het oh, een week, twee weken, een maand dat ik niet schrijf in het boekje, maar toch heb ik het altijd bij mm. en toch ja, dan schrijf ik wel op een andere manier. Dus ja, ik doe dat dagelijks, maar misschien verandert de vorm en de intentie wel waarom ik schrijf. En is er dan een, een, een minimum, een maximum, een bepaalde, uh, bepaalde ideeën die je hebt over het schrijven of over hoe dat je schrijft? Nee, nee. Hmm. het onderwerp niet. Uh, ja, soms is het om, om, om als ik met iets frustrerends zit, mijn frustratie zit of met een, met een beetje een, een, een boosheid of zo in mij. Of, tegen iemand dat dan mij helpt om de situatie uh, op te schrijven. Um, en uh, verdriet helpt ook. Het verdriet opschrijven, waarom ik mij zo voel. Um, maar ook leuke dingen, en dat is ook iets dat ik meer en meer besef: uh, dat het vaker, vaak fijner is en, en eigenlijk constructiever is om. Positieve dingen op te schrijven dan op negatieve dingen op te schrijven. Dus dat is ook heel, heel tof om, um, om. als je zin hebt of als je even niks te doen hebt, om te gaan zitten en zo schrijven wat dat, de afgelopen week jij leuk was. En dat gaat dan over niks. Hè? Um, dus nee, het, het hoeft niet altijd te diep te gaan. Um, het, en ik, heb, ik, ik begin ook te schrijven en ik weet niet waar ik stop. Dus uh, soms lees ik dan opnieuw en dan denk ik. Oe, Punt. Waarom mm. punt hier? Maar dan denk ik, ah ja, oké. Okay. Blijkbaar uh, was het was tijd om, kwam er iemand binnen, uh, moest ik gaan zeilen. Uh, uh, kwam ik aan in het station en, en moest stoppen met schrijven. Mm. Uh. Hoe, hoe lang doet je dit al? Of hoe lang heb je al bewust een plek waar je schrijft? Heel lang geleden, echt als klein meisje, had ik ook al een dagboek van Minnie Mouse. En mm. uh, met een slotje maar toen raakte dat slotje kwijt, dat sleuteltje kwijt bedoel ik. En, uh, en dus dat idee was toen zelfs al dat ik dagboeken wou schrijven. En um, uh, gedichten. Ja, wou publiceren of voor jezelf nee, wou schrijven? Nee, schrijven. En, maar voor uzelf. Ja, voor mezelf. Ja. Dus ik had, en, en ik heb ook heel vaak gedichten geschreven. Crappy, maar dat doet er niet toe. En eh, wat ik ook altijd deed, was voor verjaardagen... Uh, voor mijn familie, maar dan bedoel ik ook voor nonkels en neefjes en nichtjes, een heel lang gedicht schrijven. Maar echt zo, een voordracht van uh, twee, drie bladzijden. Dat dan ook bijna allemaal rijmde mm. over die persoon. En dan vertelde ik dat ook. Hè. Dan, dan droeg ik dat ook op. Dus nieuwjaarsbrieven waren zowat een hoogtepunt. Ja, gewoon, dan, maar dat moest dan weer. Dan niet. Mm. Maar dus, dat zijn eigenlijk achteraf bekeken, denk ik, ah ja, ik was er altijd wel mee bezig om, om te schrijven. En dan dat dagboek is zeker uh, tien jaar geleden... Uh, tien jaar geleden? Ja, zoiets, eigenlijk uh, na mijn scheiding. En toen ik begon met te mediteren, was dat eigenlijk de eerste oefening van schrijf elke dag drie doelen op, smorgens mm -hmm. en s'avonds. En, en zo heb ik dat dan weer herontdekt. Maar daarvoor, tijdens mijn twintig jaren, schreef ik dan ook heel veel uh, uh, regelmatig columns... Dus voor het nieuwsblad. En dan schreef ik ook van, uit mijn eigen ervaring, dus dan was er ook niet echt een thema opgelegd. Dus ja, dat, dat, dat schrijven, dat zit er toch in. Ik heb ook heel veel pennenvrienden gehad vroeger, toen hmm. mensen nog echt schreven. En um, liefdesbrieven, en liefdesmails. Dat is wel zalig, als je die nog hebt. Ja, ik heb nog een heel doos vol. Ja, ja. ja dat echt zalig. Dus, dus, dus dat, ja, dat, dat zit er wel in. Die, um, die, dat boekje wat jij net vast had van Derek Sivers, ja? dat geel boekje, die beschrijft en ik vond het heel leuk dat hij dat zo beschreef van mensen hebben van die transformatieve ervaringen en voor veel mensen is dat bijvoorbeeld mediteren dat ze zeggen dat verandert hun leven. Hij zegt voor mij is dat journalen elke dag tot urenlang per dag uh, gewoon mijn gedachten neerschrijven zonder uh, verwachtingen zonder gewoon schrijven schrijven schrijven. want daar zijn ook al mijn notitieboekjes daar zo links. ik weet niet heb ja, ja. ze op, op een jaar of twee drie denk ik, zo tweeduizend pagina's vol ja. gepend, dat ik er echt intens mee bezig was. En zo dat idee dat je, dat je daar alles kwijt kunt. Dat je, en hij heeft ook van die mooie voorbeelden, bijvoorbeeld als je raad aan iemand zou willen vragen, ja? schrijf dan eens gewoon een brief naar die persoon. De tweede fase is, denk eens wat dat die gaat antwoorden ja, ja. en verwerk ver het. En eigenlijk heb je dan al vaak je antwoord. En die is ook zo van die kleine techniekjes, maar schrijven is daar zo, voor, zo instrumenteel dat dat altijd, altijd terugkomt. Ja. Dat is wel uh, mooi dat je dat ook doet en dat je dat zegt. Um, ik heb ook iets gehoord van als je zelf met een vraag zit. Nee, als je iemand ook iets wilt vragen of, of iets wilt uitleggen, hoe dat je voelt. Dat je die brief dan schrijft naar die persoon. En dan moet dus die persoon de naam, van u, de naam vervangen van jezelf. Hm. En dat is vaak heel confronterend, want vaak wat dat u stoort of wat dat u. Als iemand u het onrecht aandoet hè, en je schrijft uiteindelijk van u af, naar het beste bla 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 bla, bla en jij en jij en jij, en je draait dat dan om, beste hm. Evie Kobe, ge, dat dan komt dat heel erg binnen en vaak besef je dan ja, dat je eigenlijk je eigen frustraties projecteert op iemand hm. anders. Maar, dit gezegd zijnde, wat ik heel tof vind, ik vind het grappig dat ze daar staan, ik heb ze ook nog allemaal, maar. Soms denk ik wel, ik ga ze nog eens allemaal verbranden. Ah, ja. Dat is opmerkelijk dat je dat zegt, want ik had eigenlijk een omgekeerde vraag. Als uw huis in brand staat, wat, wat zijn het dan de boekjes die je mee naar nee. buiten pakt? Ik, als en... mijn huis in brand staat, ik red alleen mezelf en mijn kinderen en mijn lief. Als je één ding mocht meepakken, dan zijn het niet de boekjes. Of geen, geen materialisme. Nee! Of, hmm. de, 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 ik krijg die vraag regelmatig zo, hè? Ah, ja, interviews en zo. Wat zou je meenemen? En echt, er is niets in mijn huis dat waarvoor ik mijn leven zou riskeren hm. om, om Maar ik vind dat een goede eigenschap, hè? Um, omdat uw herinneringen en uw, wat u dierbaar is, ja, dat zit in uw hart, hè? Dat zit in uw ziel. Dus nee, dat zou mij. Nee, want ik zou ze soms willen uh, uh, verbranden, omdat daar ook al mijn geheimen in staan. En ook al mijn stomiteiten niet staan. Maar niet dan. doen. Ik heb een maat van mij, een ja. van mijn beste maten, die is uh, een Rus, is met zijn vader moeten emigreren omwille van allerlei problemen met, met de familie, uh, familiaal geweld, naar Denemarken, genaturaliseerd. En zijn vader had echt een, een heel bende brieven of dagboeken uh, over heel die situatie. Um, en heeft die heeft hij verbrand. En hij zegt, het, natuurlijk, dat is, in de eerste plaats volledig zijn recht ja. om die te verbranden. Maar ik had daar met die maat over, en hij zegt van ja, wat hem zijn moeder dan amper heeft gekend, en dat was een heel woelige periode. En hij zegt: Het is, het is wel jammer. Het is ergens wel jammer dat ik ze zelfs misschien post mortem, ik ga dan nooit, dat is dan een stukje hmm. geschiedenis wat definitief weg is nadat hij weg zou zijn. En dus ik begrijp het ook langs kant, twee kanten, want het is niet omdat je iets geschreven hebt, of omdat je iets noteert, dat je dat moet delen met je. Dat blijft uw bezit, en jij doet daarmee wat jij wilt. Tuurlijk. Het is niet omdat je een fotoalbum maakt, dat je dat aan iedereen moet tonen. Nee. Dat, dat, dat mag perfect voor in je eigen intimiteit blijven. Dus ik begrijp dat wel, maar, maar tegelijkertijd is dat zo... Ja, dat komt ook nooit terug. Als, nee, als dat, is waar, is. dat is waar. Nee, nee, dat is waar. Maar zoals dat jij zo mooi zegt, ja, het is het, het recht van de schrijver om het mm -hmm. ook gewoon weg te doen. Maar wat ik wel... Heel erg heb. Uh, dus het feit van journaling, dat, gewoon u, dat je schrijft, schrijft en zonder, zonder enige uh, oordeel over jezelf en niet wetende wanneer het eindigt en of het eindigt. En ook fouten schrijven. Zien mm -hmm. zinnen die nou niet kloppen, maakt niet uit. Maar wat ik wel fijn vind als ik zo de boekjes uh, opnieuw neem van acht, negen jaar geleden, is dat alles gaf voorbij. Hè? Alles. Alles lost zichzelf op. Mm -hmm. En soms zit je echt zo... Dat ik heb een anderhalf jaar op hetzelfde zitten kouwen en opeens zo, mm. is het voorbij en maar, komt dat niet meer terug. Ik had exact daarover met Tineke Beekman. En het ging er zo over van... Als je bijvoorbeeld al anderhalf jaar over hetzelfde probleem aan het schrijven bent of je herkent hetzelfde patroon, dat mm. je dan ook door het neer te schrijven... En dat heb ik zeker een aantal keer echt gevoeld van... Maar wat voor een idioot ben ik. Eigenlijk? Mm -hmm. Ik stoorde mij daar anderhalf jaar geleden aan. Een jaar geleden, een half jaar geleden en vandaag nog steeds. Maar ik ben, ik ben het niet aan het oplossen. En dat is ook zo door het neer te pennen. Ontdekt je, en zeker het manueel neer te pennen. Ontdekt je zo uh, je ja, eigen patronen ja. waar dat je in zit. En die, die, zo Austin clean is dan een gast dat ik al jaren volg. En hij zegt eigenlijk voor... Het ging zo over analoog versus digitaal. Mm -hmm. En is hij zei, het, het, het grootste nadeel van een digitaal dagboek of digitale notities, is dat wij hebben de backspace. Ja, ja, ja. En wanneer ja. Dat je iets op papier zet, is het met fouten. Ja. Met, je, je kunt dat niet... En, en zijn argument is zo, in die foutjes zitten vaak de, zit de schoonheid van eigenlijk wat je misschien bedoelt, zonder, eigenlijk hangt hij er geen intentie aan, maar zijn punt is, Maak maakt die foutjes, die maken integraal deel uit van, van wat je... Wat je op papier aan het zetten bent. En die backspace zorgt ervoor dat je een soort van. Het resultaat is eigenlijk een vertekend beeld van je proces. En dat is zo mooi aan die. Ik ben hem aan het parafraseren, ik weet niet of hij het zo zegt. Maar dat is zo mooi aan de analoog neerzetten. Dat is zo mooi aan, aan kindertekeningen bijvoorbeeld. Dat die, die zijn rouw in een zin van. Of die rouwheid, die eerlijkheid, die eerste versie. Daar zit, daar zit zo de schoonheid in. En niet zo van ah, ik moet hier nog iets wegkomen. En zo dat idee. Nee, maar dat is zoals mijn tekening van een kind: dat is, dat is gewoon, dat, dat kunnen we cakebakken en je boek schrijven. Hè. Mm -hmm. Eigenlijk moet uh, bij, een, bij een kind, maar eigenlijk bij alles, niks moet afhangen van het resultaat. Hè, als je zin hebt om iets te maken. Mm -hmm. Maar wij zijn zo geprogrammeerd dat wij dat altijd zien. <laughs> we moeten er altijd een geslaagd of niet ja. geslaagd. En, en zo met dat: uh, schrijven nu je dagboek. Dat is iets voor u, hè? En wat maakt dat uit, dat er fouten in staan, dat er een zin niet klopt, dat je midden in een zin stopt, dat je dingen doorschrapt? Het, 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 je schrijft op dat moment niet om iemand te paaien of om resultaat te krijgen, of je schrijft dat puur voor jezelf. En daar mag, uh, daar moet, allee, dat, puur voor jezelf uh, zitten er hopelijk uh, genoeg mooie fouten in. Ik heb het wel terug opgepikt in een moment van, van vooral van stress of van een negatieve. Want dat hoort je ook wel vaker. En ik ga het ook zeggen, want ik probeer dat altijd mee te geven, Er is een boek van uh, Julia Cameron heet ze, De Artists Way. En dat is zo'n twaalf weken eigenlijk doe-programma. Dat was voor mij de reden om te beginnen. Ze heeft zo dat idee van morning pages, Dat je mm -hmm. echt zo ja, ja, ja. van zochtends zo op staat en je doet drie pagina's. Dus voor mensen die zo denken van oké, okay, dan noteer. Ik vind dat wel leuk, ik raad iedereen zo de Artists Way aan, want dat is echt een zeer concreet om ermee te beginnen. Maar wat je dus wel vaak hoort, is dat het zo vaak bij u komt op momenten van, van stress, van, van mm -hmm. negativiteit, dat je, dan zo, dat je het dan wel van u kunt afschrijven. Dat mm -hmm. dat, dat dan vaak zo'n vangrijl is voor veel mensen. En dat was ja. bij u dan ook, als je dan een tiental jaar geleden ja. het terug oppikte. Ja, maar dat was uh, toen ik uh, startte met meditatie. Toen was de oefening van... Uh, dat was deel van de meditatie. Ja, dus schrijf, voor je begint te mediteren, je uh, dromen of je doelen op, zowel materieel, dus als jij wilt opschrijven, ik wil 100.000 euro of nou, nu zouden dat al 200 of een miljoen euro zijn. Want met 100.000 euro kun je nog niet meer veel doen <laughs> tegenwoordig. Um, dus als jij dat wilt opschrijven, schrijf dat op. Of ik wil een Porsche, maar um, uh, schrijf dat op. Uh, schrijf iets op uh, emotioneel wat dat, je wilt bereiken en schrijf iets op spiritueel. En emotioneel en spiritueel dat hangt heel erg samen. En um, ja doe dat voordat je begint te mediteren, dus twee keer per dag. Zoveel dat je wilt, en zo weinig dat je wilt. En dan, dan kom je vanzelf natuurlijk in je, uh, in je, in je dagboek schrijven. Mm. Hey. Um, en dat was wel ook interessant. Want je schrijft dus niet op: Ik wil een miljoen euro. Hey. Mm. Normaal uh, niet. Nee, maar dat, dat, mag, hey. dat mm -hmm. mag. Maar dat, was, dat ging dan bij mij bijvoorbeeld over. Um, ik begon toen in Nederland te werken en toen dacht ik, uh, een appartementje daar, dat ik kan huren. Zo daar. Hmm. En dan schrijfde dat op en dan, dat was dan mijn materialisme. En dan, uh, uh, een, een, of, of een radioprogramma of zo. En dan, en dan uh, emotioneel was dat uh, rust vinden in mijn kinderen. Uh, want ik merkte, als je zelf gestrest bent als ouder... Uh, dat kinderen en ik merk dat aan heel veel ouders dat dan zijn kinderen nog meer een trigger om nog uh, terwijl ik wel juist dat mijn kinderen mij rust gaven en spiritueel ja pff, dat was dan uh, mezelf aanvaarden of zo maar omdat ik de twee keer per dag echt bij mezelf stil stond en dus dan nog meer begon te schrijven um, had ik het ook het gevoel dat die doelen ook uitkwamen hmm. omdat je wel Twee keer per dag stilstaat bij waar wil ik naartoe met mijn leven, met mezelf. En dat, dat was als het ware een soort van trechter van alle dromen en alle doelen dat je hebt hè, ja. als jonge jong mens. Uh, was dat als het ware dat opschrijven een trechter in mm. welke richting ik mij moest focussen. Ja, en ook zo'n constante herinnering aan... Wacht, ik heb, een, ik heb daarnet een beeld van mezelf neergeschreven, wat ik nu aan het doen ben. Aan het roepen op die persoon of hier een kantje eraf rijden. Dat is niet congruent met dat beeld dat ik van mijzelf heb. Dus ik ga daar ook gewoon mee stoppen met dat mm, te doen. Ja. Dat je zo... Er is ook zo een oefening... Die zo, de... Ik wil niet te zaag zijn. Zo dat. Ja, ja <laughs> of je, dat je weet van... Maar wacht, ik heb net neergeschreven wie ik eigenlijk wil worden. Ja. En die daad die ik nu verricht... Draagt die daar toe bij? Of trekt die daar af? En dan merk je zo van... Ah ja, nee, die er, draagt daar er helemaal niet toe bij. En er is zo... Ik, dat, ik denk twee jaar geleden... Debbie Millman kwam ze op een podcast en die... Dat is een oefening dat zij met al haar studenten deed. Van zo, um, je, je beschrijft een dag van ochtend van tot je wakker wordt tot, tot dat je je ogen terug dicht doet om te gaan slapen. Vijf jaar in de toekomst, als je al wat ouder bent, maar tien jaar zit ze met haar 18-jarige studenten. Je beschrijft die dag tien jaar in de toekomst volledig en zegt: Dat is ongelooflijk hoeveel studenten later dan terug zijn gekomen en hebben gezegd. Eigenlijk die dag, hoe ik die beschreef, in alle details, zoals je wilt hoeveel dat daarvan is uitgekomen. en Ik heb dat dan ook zo van, dat appartement met daar aan het water en dan zo, en die partner, en exact die foto hangt op die koelkast waar, waarvan zij zo in mijn rug zit. En dat is echt zo'n heel duidelijk beeld. En dan herlees ik dat, en, dan, en gewoon doordat, doordat je dat ooit hebt neergeschreven, weet je, ja, dat zijn de dingen die, die mij op dat moment zo, zo uh, nauw aan het hart lagen. En dat verandert niet. Zo die, zo... Of dat is nu twee of drie jaar geleden dat ik dat gedaan heb. En ik heb gelezen dat soms en dan denk ik, ja, dat is echt zo. En dat komt ook gewoon dichterbij. En door dat gewoon een keer ja, um, ja, letterlijk op papier te zetten, hè, maar daardoor, daardoor maak je dat creëel. Hetzelfde met je boek, of met boeken te Maar door het, door het neer te pennen, haal je het uit je hersenpan hmm. en je maakt het ook creëel. En, en dat is zo'n mooie... Ik vind dat zo'n... Daarom dat ik er ook heel graag over bij stilsta ja. ik vind dat een heel mooi thema, omdat dat... Om een, omdat dat vaak zo wat verloren gaat in, um, ja, in wat je allemaal zou moeten gaan doen. Je zo, zou misschien een uur per dag met de sport en dan je zou dit of dat. Maar het zo die, die intieme momenten op jezelf, dat je met pen en papier vaak gewoon je eigen angsten, ambities, dromen, verdriet, vreugde kunt neerpennen. En dat je merkt hoe een hoe, hoe, ja, kalmerende um, impact dat, dat op jezelf mm -hmm. heeft. Ja. Ik denk ook wel, ja, ik geloof wel dan ook in de, die kracht van die visualisatie. Dat als je opschrijft welke persoon dat je wil worden, of hoe dat je jezelf ziet, tijdens je erbij stilstaat, uh, dat dat je wel ook sterker maakt. Mm -hmm. um, ik heb dat ook gedaan um, toen ik net was gescheiden. En um, <tus> toen heb ik ook heel duidelijk opgeschreven hoe ik mezelf zag na anderhalf jaar of zo. Mm -hmm. En dat, was eigenlijk, dat is heel mooi, want dat is, dat, dat is dus ook. Is dat, is dat dan ook gelukt? Ja, uitgekomen? Ja, maar dat was puur een levensbeeld van... Ik wil uh, hier op het zuid, in Antwerpen, een trotse mama zijn. En met mijn twee kinderen genieten. En, mm. allee, ja, simpel, hè? Maar als je zo heel veel verdriet hebt, dan zijn de meest simpele ja. de, dingen... Kun, je kunt je heel moeilijk dan concentreren op, op die tijd dat alles weer goed zal gaan. M maar het is niet... Ik begrijp wat je wilt zeggen, maar dat is zo dat idee van... De gezonde mens wil duizend dingen, de zieke mens wil maar één ding. Of, mm -hmm. en dat is zo, het zijn vaak zo die, die kleine dingen die echt wel belangrijk zijn. Zo van, misschien die dag dat je met je twee kinderen over een bepaalde straat met de zon in je gezicht ja, ja. fietst, dat je daar neerschrijft en denkt: Dit is zo triviaal. Op de dag dat dat gebeurt, is dat zo: Oh wacht, dit is, dit is echt uitgekomen. En het zijn vaak niet zo de. De Porsches of de dus zoveel hey. verkopen. Het is echt zo. Deze zonnestraal op mijn gezicht is exact waarvoor ik twee jaar een arm had gegeven en dat is nu. En je kijkt naar je kinderen en je denkt: oh wow, dit is dit, dit is dit, is wat ik wil. Ja, exact. En, 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 ja, en dat zijn dan zo de grootste dingen. Door die gewoon door die kleine dingen neer te schrijven, wordt dat iets waarvan je jezelf herinnert zo, of waar dat je merkt: wow, dit is dit gebeurt. Maar daarop aansluitend. En dat schrijf ik ook in mijn boek van, um, heb een doel in je leven. Hè? Dat is ook zoiets, als je zo opschrijft van waar wil ik zijn over twee jaar of drie jaar of tien jaar. Um, en uh, dat, het feit van dat ik schreef van ik wil uh, een gelukkig sterke vrouw zijn met twee fijne kinderen en, en uh, de zon op mijn gezicht over het zuid lopen en echt mij goed in mijn vel voelen. Ik geloof wel dat omdat je dat opschrijft, dat, je, dat dat je doel is, dat je daar veel gemakkelijker naartoe kunt werken. Mm -hmm. Maar hetzelfde met je, je, je hobby of je job of dingen dat je wilt verwezenlijken. Hoe concreter dat je die voor jezelf maakt, hoe makkelijker, het is, hoe makkelijker het is om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en hoe makkelijker dat je omgaat ook met tegenslag. En dat je toch in de buurt van het doel hmm. uh, kunt komen. Dat is wat ik heel erg ervaar. Die, want anders ga je dat vergeten. Lang, eigenlijk gaat dat heel vaak over lange termijn denken. Maar ik ga je nog heel even vragen. Je zei dat net van die visualisering. Maak je dan bijvoorbeeld ook collages? Of schrijf je het ergens op of zo? Of heb je van die jaarplannen nee. dat je zegt: dit jaar ga ik dit doen? Of zo? Nee. Of je hebt ook van die mensen van die um, affirma af, nee, affirmaties. Nee, zo. Nee, nee. Ja. Wat, dat zijn zo van die thema's. Als je dat tegen iemand uitlegt, dan dat wordt vaak zo'n beetje hon, op hoongelach ontvangen. Maar er zijn echt veel mensen die dat op een manier doen. En ik, ik doe, vind het altijd spannend om ik te, ik te weten. Ik doe dat op een manier, maar ik doe dat um, niet letterlijk met collages. Um, maar uh, bijvoorbeeld het boek, het ontwerp, had ik wel echt. Vrij snel in mijn hoofd dat 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 moest zijn van Studio Stoutpoep. En ik heb wel zo met een schaar en papier zo zitten uitknippen hoe dat hij dat dan van binnen moest doen. En dat, ik heb dat dan wel zo in handen genomen. Um, maar maar, maar ik, ik snap wel, ik heb nu ook wel zo. Allee, collages maken, dat helpt u ook wel om uw beeld concreter te maken wat dat je wilt. Het is, het is niet zoals het lottoformulier invullen en een, hmm. hè, als je een collage maakt, dat wordt het. Maar ik geloof wel dat dat... En of dat nu een collage maken hè, met, met schaartjes en met magazines en met pritten dat opplakken. Of dat is foto's nemen van screenshots, wat ik wel vaak doe. Um, of uh, ja, dingen die mij inspireren om dat bij te houden of dat op te schrijven, zinnetjes op te schrijven. Het feit dat je dat Even langer bij stilstaat, dat helpt, wel, ja, dat helpt wel mijn gedachten te ordenen of zo. Dus, mm. dus, maar los van of het dan nu zou werken of niet, hè, mm. het is gewoon heel fijn, denk ik, ja. dat je het zegt om een collage te maken, want je bent weer al bezig met iets dat je goed doet voelen. Mm -hmm. En dat is zo belangrijk. Het feit dat je in plaats van drie uur te scrollen op je telefoon, dat je gaat zitten en dat jij. Je hebt het recht, je hebt de macht om op een wit papier gewoon al je dromen te zetten. Heel die stapel, ik weet niet of je hem kunt zien, want die ligt achter de stoel. Ja, ja. Dat zijn allemaal knaks die mijn vader vaak voor mij bijhoudt en boeken die ja. ik zo, promo ja, ja. Dat ik soms krijg. Dat is allemaal om collages te maken. Ja. Dat is echt gewoon. Dus ik heb dat onlangs gemerkt, ik was er zo'n aantal aan het maken om weg te geven aan mensen op postkaartjes. Ja. Die tijd, ik ben daar drie uur en een half mee bezig ja. geweest, dat vloog voorbij. Dat was echt. En toen dacht ik, wauw, dit is zo leuk! En niet met het doel van nu moet de tijd vliegen of zo, maar je bent zo je bent creatief bezig, je bent met je handen bezig. En, en die collages, want ik voelde vorig jaar dan dat, zo, dat ik momenten had dat mijn inspiratie volledig op nul stond en mijn creativiteit helemaal wegviel, omdat ik wel die impulsen van buiten nodig heb. En dat ik bijvoorbeeld een boek lezen was voor mij heel moeilijk, omdat ik mij precies niet kon focussen, zeker zo tijdens de lockdowns en dergelijke. Maar dan begon ik collages te maken, of dan was ik daarmee bezig, en dan merkte ik van, ah, ineens komt dat wel allemaal terug, maar zo op een, op een andere manier. En dat heeft echt zo'n moment gehad van, ah ja, wat verven, dit en dat, en dan, ah oh shit. En dan, en dan knip je zoiets uit waarvan je denkt, dit is geniaal, prit erop, plak je dat op, en dan denk je, ah oh shit, ik heb de achterkant opgeplakt, en dan zo. Maar dat is allemaal prima, dat is allemaal leuk. En dat heeft wel zo... De, de rol van al die kleine dingen, mocht je absoluut niet onderschatten, omdat dat je gewoon uw dag wat lichter maakt of uw moment uh, wat lichter maakt of zo. Ja, het geeft je een goed gevoel. En uh, echt, als, als mensen dit horen en is even hun dag overlopen, vaak zit er heel weinig gewoon een goed gevoel bij. Hè? Iets doen dat je gewoon een goed gevoel geeft. Hè? Zonder dat je nadenkt bij... Is het succesvol? Mm -hmm. uh, wat komt hierna gewoon? Wat, wat is de economische waarde? Wat is de van? economische waarde? Want, want dat is dan wel het... Want jij ja. maakt dus collages en dan uh, stuur jij die op. Toch? Mm -hmm. Dus dat is ook wel spannend, want jij bent niet een uh, gerespecteerd collagemaker. <laughs> Alleen, <Z> <laughs> um, Wel. 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 Uh, nee, wat, wat ik graag doe, en ik doe dat eigenlijk al jaren... Um. Nee, nee, maar ik wil maar zeggen, jij doet dat... En um, ja, dat is daarom niet uw grootste... Of, of mis ik nu, dat is niet uw grootste, uw beste verwezenlijking in uw leven. Die collages? Ja. Nee, ik denk het niet. Nee, nee, nee maar dus om wat te zeggen, dus, dus, dat is wel Ik vind mooi. dat gewoon leuk om te doen. Ah, wel, voilà. Ja. Dus, dus, ik vind dat leuk om te doen. Ja. En, en ik heb zo... Well, allez, ik, 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 um, ik denk, voor mij is de ander, met hoofdletter A... Heel belangrijk. Het is moeilijk voor mij om dingen louter voor mijzelf te doen. Ja, voor iedereen het moeilijk. Ding. Ja, ja, het is, je, je moet al, het contact met de buitenwereld is belangrijk. Nu, hoe belangrijk dat die buitenwereld is, is een andere vraag. Maar ik moet daar wel ergens kunnen, die buitenwereld is er idealiter wel. Um, dus ik geef al jaren zo boeken weg of dat ik dingen doe, Dat echt al zeven jaar geleden, dat ik dingen maak, brieven opstuur, uh, allerlei dingen, omdat ik dat, ik vind dat fysiek heel leuk. En um, dus met die, met die postkaartjes, ook, dat ik dacht, ik, heb dan, ik maak dan gewoon een story van, kijk, als je een postkaartje wilt, stuur mij wat is. En er reageren dan acht mensen daarop. En dan heb ik mij hier neergezet, en drie uur en een half. En ah ja, het is iemand die hier om de hoek woont, oké, okay, daar ga ik dat voor maken. en Het is iemand die net verliefd is, en dan vind ik zo er is een citaatje van, ik ben ge geboren uit vreugde en liefde, want mijn ouders waren op dat kamp en zo. Van, en dan maak je zo van die collages dan denk Heerlijk. je... Ja, dat is heel... Ik vind, ik vind dat ongelooflijk aangenaam om dat te doen. En dat is ook zo... Um, Want ik ga ooit eens een. Ik, dat zit al lang in mijn hoofd. Ik vind het album Take Care van Drake. Is voor, mij heel, is, vind ik, ja, is voor mij een heel belangrijk album. Dat staat heel vaak ook op. Ik ga daar eens een volledige collage van maken. Maar echt de teksten eruit knippen. Album, foto's gebruiken. Ik, heb, ik weet nog niet exact hoe. Maar ik ga daar een volledig. soort. Ja, ik, ik ga daar iets van maken omdat ik dat wil, ja, wil delen of zo. Of wil, wil in de wereld zetten. En, ja. Misschien ook dat gevoel. wil waar jij voelt wilde concreet ja. wilde iets vastpakken. Ja, want, want en, en 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 daarvoor vind ik die maar ook, maar ook foto's afprinten, fotoalbums maken, mm. um, van die Polaroidfoto's. Al dat soort dingen, ik vind dat... Ja, ik kan daar keihard van genieten. Maar dat is het belangrijkste, ja. Hè? punt. Ja, want ook die... Kijk, als je die collages opstuurt, ik denk dan niet... Is dit goed of is dit slecht of is dit... Nee nee, nee, nee. Ik heb dat voor u gemaakt. En of jij dat nu bijhoudt of weggooit, of dat, dat is mij ook ja, dat Ik heb dat mijn liefde, Ik heb dat voor mijzelf, mijn liefde, gemaakt. En jij doet daarmee wat je wilt. Ik herken dat wel... Um, uh, ik heb zo negen, honderden boeken gesigneerd. En uh, ik kon dat niet om daar gewoon te schrijven: liefst Evi of mm. veel leesplezier. Dus dat heeft me heel veel tijd gekost. Maar ik heb echt elke keer dat ik de, dat boek, een nieuw boek nam, dacht ik: hm, wie zou dit kunnen lezen? En dan schreef ik daar altijd een andere boodschap in. Soms was het niet meer als um, durf te springen. En het volgende boek was dan drie drie lijntjes en dan ö, was dat weer een, een, een hoofd een, een titeltje uit mijn boek maar ik probeerde daarin wel uh, ja the, the, altijd iets anders te schrijven of ongeveer hum. want ja je honderden boeken moet signeren is het te veel werk om elke keer een, een andere zin maar ik, ik vond het heel aangenaam om dus en en uh, 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 dat gaf mij voldoening om bij elk boek dat ik signeerde even stil te staan. Bij iemand gaat dat vastpakken en gaat dat lezen wat ik heb geschreven. En wie zou wat nodig hebben? En dat gaf mij ook een heel fijn gevoel. En um, ik heb het dan ook gevraagd van mensen op mijn Instagram. Als je dat een boek koopt dat gesigneerd is, stuurt mij dat dan eens op. Want mm. ik wil dat weten. En het gekke is dat alle mensen die dat deden, zeiden... Dat is nou toevallig. Die zin past helemaal bij mij. Mm. Um, dus dat was leuk. En wat ik ook wel herken, is dat ik een paar uh, acties heb gedaan. Um, om, uh, mee, ook dat ik uh, persoonlijke boodschappen, maar echt aan mensen ook hun levensverhaal stuurde. Allee, dat ik mijn boek eigenlijk cadeau gaf aan een vriend of een vriendin. En dan uh, schreven die mensen van: hij of zij is dit of dat en betekent dit of dat voor mij en, 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 en dit is haar karakter. En dat ik dus ook echt zo ging zitten en een, een liefste. Ik zal het maar zeggen, Kathleen. En echt de moeite deed om, om een brief voor haar te schrijven waar zij zich goed over voelde. En dan vervolgens dat ook mooi in te pakken. En echt zo zien, zelfs het stickertje mooi en een touwtje mooi. En het feit dat ik dat, dat was aan het doen, en iets voor iemand die ik niet kende, dat gaf mij een fantastisch gevoel. En ik dacht, ik moet dat meer doen. Uh, uh, Zorg... Ja, uh, met aandacht en zorg iets doen voor iemand dat je niet kent. En al is dan maar een kaartje sturen, mm. hè? al is dan maar een cadeautje maken. Dat het feit dat je even stilstaat en dat je niet zo. Ik moet dat nog doen, ik moet dat. Nee, ik doe dat en dat geeft mij een goed gevoel. En ik probeer dat gevoel ook vast te houden. Dat, uh, dat, dat, dus dat herken ik wel, dat is wel tof. Ik heb zo. Hij hangt op het toilet, dus ik kan hem nu niet tonen. Maar ik heb, uh, als ik duizend volgers had op Instagram. Ja. heb ik zo'n collage gemaakt. met alle gasten die tot dan toe op de podcast waren geweest. Maar zo'n brokkelige collage. En dan ook gezegd van voor duizend volgers. stuur mij uw adres ja, en dan ja. stuur ik een kaartje. En goed, je kreeg dan zo'n honderd mailtjes. En dan merkte ik, wacht. Want ik dacht echt, ik ga voor iedereen een aparte boodschap. honderd ja, ja, is te hè? Het is verdorie moeilijk om honderd unieke ja, boodschappen. Ja. voor mensen die je niet kent. Maar ook daar inderdaad, zodat ik neerzat en dacht. Ja, ofwel vind je nu dat je dat moet doen, of je doet dat gewoon wanneer je daar rustingen in hebt en je zegt: Oké, okay, dit is voor die persoon, ik schrijf iets op. Dit is voor die. En als ik het na vijf beu ben, ben ik het na vijf beu. Is... Als ik het na honderd beu ben, dan. Hetzelfde ook. Maar ik heb dat bijvoorbeeld nu ook. Als ik aan het sporten ben en ik voel, van, ik voel mij niet goed in mijn wel, stop gewoon. Ja. Morgen, is, morgen is een nieuwe dag en ik wil, dat het, ik wil dat het leuk is. Hetzelfde met die kaartjes ook zo. Mm. Zolang het leuk is, geniet ik daarvan. En eigenlijk doet je dat dan voor jezelf veel meer dan, dan voor die andere ja, maar dat hangt denk ik ongelooflijk vast. Hè? Want het begint allemaal bij jezelf. Als jij iets doet waar jij je goed bij voelt, jij geeft dat mee in dat, in dat kaartje. Punt. En um, als die andere persoon dat echt totaal geen waarde aan heeft, dan is er tenminste één persoon op de wereld die een goed gevoel heeft gehad. En dat ben jij. En als je het niet doet, dan zijn er. Twee mensen die dat een slecht hmm. gevoel hebben. Alleen, ja. zo, zo denk ik vaak, als je al iets doet voor jezelf en dan mensen zijn altijd zo geneigd om. Ik snap niet waarom dat wij dat leren hoor, om altijd eerst voor de anderen te zorgen, want zo werkt het niet. Jij, moet, jij, jij hebt controle over jezelf en jij moet eerst zelf een goed gevoel hebben. Er is al één persoon op de wereld die dat zich goed voelt, dat is echt veel. En als je er dan nog in slaagt om iemand anders ook een goed gevoel te geven, dan zijn er twee. Hmm. Maar als jij al niet jezelf een goed gevoel kunt geven, dan is er niemand die dat je een goed gevoel geeft. Is dat heel hippie of kunt je mij daarin volgen? Nee, ik vind dat dat, dat is voor mij zo de, zo Op de dagen dat ik het, het moeilijkst heb, is het iets zeer gelijkaardigs waar ik mij aan probeer te herinneren, aan, aan wat jij zegt. En dat is zo dat idee dat. uw acties en uw daden en wie jij zei dat straalt af op anderen. Dus als jij ook maar. En om daar gewoon plat uit te drukken, 10% beter zijt, hoe dan ook, dat straalt af op, op andere mensen. Um, als jij dat niet zijt, dat kan ook in je relatie zijn, hè, naar je kinderen. Als jij gewoon 2% iets beter in je schoenen staat, dan gaan je kinderen ook een, fra een fractie daarvan. En zo dat idee dat, je, dat, wij, dat wij verbonden zijn. ik ben nu beginnen touwtjes springen drie maanden geleden, omdat ik kool-de-oranje was, kon geen uh, contactsport meer doen. Ondertussen zijn, ik maak er zo af en toe een story van, ik denk 10, 15 mensen ook daar beginnen doen, die mij sturen. En dan denk je, ja, ik verander de wereld niet mee, maar dat zijn wel 10, 15 mensen die, waarop dat afstraalt hetzelfde. Mee. Of dat, al die dingen, want dat mag ook niet dwangmatig worden, maar als je het doet vanuit wat u tevreden maakt en je komt dichter bij uzelf, dat straalt af op andere mensen en je hebt zo, dat is een, eigenlijk een heel botte uitspraak, maar ik vind dat die heel correct is. Ik denk, ik heb hem origineel gelezen als... De beste manier om armen te helpen is door zelf niet arm te zijn. Maar je kunt dat vervangen door alles. De beste manier om hopelozen te helpen is door zelf niet hopeloos te zijn. En eigenlijk komt dat terug op als jij goed zijt voor jezelf of in je schoenen staat. of dezelfde, eigenlijk Dat vond ik ook de beste manier om depressieve mensen te helpen is door zelf niet depressief te zijn. Ik vind, dat heel sterk, uh, ik vind dat een heel sterk idee om op terug te vallen. En dat sluit aan bij wat je zegt, of, of zo interpreteer ik dat van. Toon, en ik denk dat ook het hoofdstuk is, het stukje waar ik nu aan moet denken van, maak je bed. Toon dat je, je, je probeert voor jezelf op een bepaalde manier in de wereld te staan en dat straalt af. En dat is veel krachtiger dan, jij zou dit moeten doen of jij zou dat moeten doen. Is gewoon, dit is wie ik ben, ik probeer het op deze manier te doen en door er zelf dichterbij te komen straalt dat af. En ik vind dat, ik vind dat een heel mooie, sterke gedachte wanneer je zoiets hebt van... Ja, verbrand de boel, maar het maakt allemaal niet uit. Want nee, ook die, die negativiteit straalt ook af op andere mensen. En ja, ik kan van, van dat idee heel hard genieten. Eigenlijk zouden um, alleen maar mensen mogen helpen als je het leuk vindt om ze te helpen. Elke. Uh, allez, mm -hmm. Snap je, dus mm -hmm. elke um, um, uh, geste dat je naar iemand toe dat zouden alleen maar mogen doen omdat je dat in. Zelf ook heel leuk vindt. Mm -hmm. Anders mist dat een beetje zijn doel. Want dan zit we uh, te tellen. Ja, maar zeg, ik ben wel heel hele dag gaan helpen bij die verhuizen. Mm. Uh, en dan bel ik eens en dan kan die niet helpen. Zeg je, dat vind ik wel. En ik kan maar helpen hè? en ik had al keihard veel te doen. Mm. Echt, iedereen herkent dat. Uh, of ja, ik heb u wel een plezier gedaan en, en, en nu kan ik niet op u rekenen. Sorry, hè, maar ik had toen ook veel te doen. Ik heb daar ook tijd voor gemaakt. Eigenlijk. Heb je dan iets gedaan voor iemand dat je dat niet moeten doen? Want, want de, dan, dan zit je een beetje een, een, een foute een ruilhandel gaan doen. Want je helpt iemand omdat je die wil helpen en omdat je er helemaal niks voor in de plaats voelt. Ja, en, hebt, en ook zo dat idee van, als je iemand helpt, wie ben je eigenlijk echt aan het helpen? zet je dat voor je eigen gevoel aan het doen of voor de anderen? Ja. En je hebt zo dat voorbeeld. Ja, maar ja, je, je helpt dan wel iemand omdat je het fijn vindt om iemand te helpen. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld dat, dat voorbeeld... Um, wanneer je bij een ouder persoon zit, die zich bijvoorbeeld moeilijker kan aankleden. Mensen hebben heel snel de neiging om die te helpen, de kleren aan te doen. Maar eigenlijk creëert, eigenlijk ook al stel iemand zijn schoenen, zijn veters zelf laten binden, duurt letterlijk vijf minuten. Mm -hmm. De meeste mensen gaan zeggen, kom ik doe dat wel even voor u. Maar eigenlijk wordt die persoon daarmee, daardoor nog iets afhankelijker van u. En je, zit niet echt aan te, je zou die echt helpen door erbij te gaan zitten en te zeggen, ik wacht op u, neem rustig uw tijd. Maar door het voor hem of haar te doen, maak je die nog meer afhankelijk. En zo zijn er heel veel van die kleine voorbeelden waarvan je heel goed voelt zij je aan het helpen, omdat jij het voor je gevoel mm -hmm. wilt ja, doen. Of doe je het ook. echt voor die persoon? En dat is zo en dat, dat is soms een, een moeilijke lijn, omdat je. Dat is, ja, maar ik heb je dat cadeau toch gegeven. Waarom draagt je dat niet? En dan zo: ja, maar, oh, oh, dat is zo nee, 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 Ik heb dat gegeven, omdat ik dat wou geven. En dat is wat ik net zeg met die kaartjes. Van mij part gooit je ze direct weg, of niet? Ik heb dat gemaakt omdat ik dat wil maken. Ik heb je dat gegeven omdat ik dat leuk vind. Mm -hmm. Maar jij doet daarmee wat je wilt, hè? Nee, zo, sommige mensen zeggen van, je ja, moet dat toch even iets terug hebben. Dan denk ik, maar nee, is de, dat is toch geen lange termijn oplossing of zo? Nee, nee, nee. Voilà, en anders dan uh, gaat iemand helpen. En heb je helemaal geen zin om niet te helpen en doe dat toch. Zit jij in tijd te kort en uh, je gefrustreerd, omdat je hebt gedaan dat je helemaal niet tof vond. En die andere persoon, ja, ik weet niet of je die dan echt geholpen hebt. Mm. Ik, ik, ik wil nog even terugkomen op wat je net zei, zo van, die, alleen van de lange termijn. Hè, dus dat journalen mm. en, en dingen zich laten manifesteren. Of eigenlijk wat dat daar vaak in terugkomt, is dat je denkt op langere termijn. Van wat wil ik over anderhalf jaar of vijf of tien of veertig. Um, maar dat hoeft niet. Dat hoeft inderdaad niet waar te zijn. Dat hoeft niet. Want jij schrijft ook in je boek van. Ik heb eigenlijk 15 jaar, 20 ja. jaar een bepaalde carrière gehad. Ja. En eigenlijk ben ik daar niet helemaal gelukkig van geworden. En ja. zo, dus als sommige mensen dat verhaal horen van dat dagboek of visualiseren, die zouden dan zeggen, je maar het is toch ook allemaal niet gelopen gelijk dat je wou dat het zou lopen. Maar dat is niet helemaal het punt daarvan. Het is eerder een soort van noordster of zo, waar je naar kunt. Uh, naar kunt richten, maar het leven loopt dan gelijk, het loopt en ja. ja. Dat is het, dat is het eerlijk, maar ja, uh, wacht dus wat dat jij zegt, dat is absoluut waar, dus je uh, doel opschrijven um, of een doel voor jezelf uh, creëren, het leven loopt doordat je het loopt, maar het is omdat je dus inderdaad die richting al bepaald hebt dat je kunt afwijken, maar dat je altijd weet, anders dan blijf jij rondjes varen op de mm -hmm. oceaan. Je komt nergens. En dat is denk ik ook geen fijn gevoel. Want dan weet je ook niet uh, wanneer dat je aankomt of kom je wel aan. Want uh, nu gaan we naar, ga naar het noorden nu gaan we naar het zuiden. En dan heb je volgens mij een heel onbestemd gevoel. En ik denk dat dat, heel, dat, dat niet altijd fijn is in het leven om geen bestemming te hebben. Um, als jij je een doel voor ogen stelt, um, tuurlijk. Kun je dan uitstapjes maken en uh, eens naar links en naar rechts gaan. Maar als je dan even de weg kwijt bent, dan weet je wel heel duidelijk van... Kijk, daar wil ik heen. En dus dat is, dat is het vooral um, wat ik belangrijk vind aan een doel te stellen. Wat dat wel waar is, is... Um, nu, in april, denk <coughs> ik... Um, 20 jaar geleden bij het IMF begonnen. Dus ik kan echt zeggen, ik heb een carrière van 20 jaar. Mm. Dat is heel raar. Um, maar ik kan wel terugkijken... Je, je wordt 43 dit jaar, hè? 42. 42. Nee, ik ben 42. Ik word 43. Maar ik ben in november 42 geworden, mm. dus mm. ik mag mij nog even gewoon 42 voelen. Um, maar um, ik heb wel... Ik heb, ik wou uh, bekend worden, be, wereldberoemd. Als kind dan. Als kind. Maar ik wou... Dat was niet zo van... Ik wil, nee, nee, ik wou zingen en dansen en toneelspelen en voordragen en presenteren. en Al die dingen doen dat ik eigenlijk de afgelopen twintig jaar heb gedaan. En dat was mijn doel. Dus ik heb heel erg... Ik was ambitie, ambitieus, maar ik had ook uh, heel veel zin om te werken. Ik had heel veel zin om beter te worden. Dat maakte dat ik ook bijvoorbeeld heel veel geduld had in mijn job. TV is heel veel wachten. Maar omdat ik zo graag mijn doel wou bereiken of, of daar heel ver in geraken, had ik heel veel geduld. Ik was ook heel professioneel. Ik kwam meestal echt op tijd. Ik kende mijn teksten. Ik was aangenaam om mee samen te werken, omdat ik, omdat ik dat doel had. Mm -hmm. Ik wil zo goed mogelijk worden en dit is mijn doel. En ik wil dat zo lang mogelijk uh, volhouden. Het mooie... Is wel of ook niet het, ja, dat is mooi, dat nu ik eindelijk heel stiekem durf terugkijken op die carrière van 20 jaar en durf te zeggen: van ik heb eigenlijk mijn droom wel bereikt als meisje, of een klein meisje. Ik heb ook in Nederland eigenlijk een heel toffe carrière gehad. Um, ik heb nu eh, het laatste jaar dan ook nog eens op een podium gestaan en ik heb geacteerd en ik heb gezongen en musical en ik heb, ja, eigenlijk ik heb. Alles ingevuld waar, waar ik van... Als klein meisje van droomde. Nu besef ik van... Oké, okay, maar... Die emmer... Of, of dat doel... Dat gaat... Dat ga, alleen er is geen ultiem doel. Hm. Je wilt altijd meer. En dus dat, die emmer gaat nooit... Uh, gevuld geraken. Dat is een, een, een emmer zonder bodem. Je wilt altijd meer in het leven. Dus... Wat ik nu heb, be heb, heb, heb beseft is dat, ook al heb ik bereikt wat ik wou bereiken en is die droom uitgekomen en vind ik dat fantastisch, hè, dat je kunt terugkijken op zo'n carrière en dat geeft mij zeker een fijn gevoel van dankbaarheid, is dat het geluk zelf dat dan niet ligt in uw ambities waarmaken en dat uw geluk ligt in wie dat je bent, hoe dat je Evolueert hoe dat uw familie is, hoe dat uw kinderen zijn, hoe dat uw relatie met uzelf is, daarin ligt uw geluk of uw contentement. Um, dus, dus dat is eigenlijk wel wat ik um, wil meegeven: van, door een duidelijk doel heb ik mijn doel kunnen bereiken, maar ik heb nu wel durven te zeggen ook, ja, wanneer stopt dat doel? Uh, hmm. wanneer... is, is een groot doel of een grote ambitie. Eerder positief of negatief voor dat contentement te vinden? Kijk, um, ik weet niet goed wat dat een groot doel of een grote ambitie is. Wel wereldberoemd of ja. bekend zijn of, of, of een succesvol, wat het ook voor ja. eender mag zijn. Ja, maar kijk je, dat is wel mooi. Mijn mama, die is 36 jaar kleuterjuf geweest. Haar droom was van kleins af aan kleuterjuf worden. Veel kinderen hebben, veel kinderen krijgen en kleuterief zijn met kinderen omgaan. Dat was echt haar droom. Dat heeft zij altijd gezegd, ook als klein meisje. En um, zij heeft daar ook een ongelooflijk talent voor. Tuurlijk, want ze wou dat worden. Dus ja. zij, heeft, zij kan ongelooflijk goed met kinderen om en zij heeft daar een geduld voor, een talent voor. Zij voelt die ontzettend goed aan. Ze is nu 75, hè? Um, maar om haar te zeggen, het mooie is dat mijn mama na 36 jaar op pensioen ging. En dat zij zei: Ja, mijn carrière is geslaagd. En het gekke is, ik moest toen even kijken, haar carrière. En ik dacht: Tuurlijk, haar carrière, haar ambitie. Ik heb al mijn ambities waargemaakt. Hm. En dat was heel vuil van mij eigenlijk, om te denken dat. Het maar. Het maar kleuterjuf hm. was en het maar die. Dat, Terwijl zij heeft. Ja, we zijn totaal met, de, met Steve Roers met zes kinderen thuis. Zij heeft een groot gezin. Ze heeft dertien kleinkinderen. Zij is 36 jaar kleuterjuf geweest. Uh, dus ja, is dat dan een grote ambitie of niet? Zij heeft dat wel. Ze heeft een doel. Ze heeft het nageleefd. En wie zijn wij dan weer om te zeggen: Ja, maar ja, wereldberoemd. Dat is, dat is een ambitie. Maar 36 jaar, je job doen dat je graag doet. En u ontwikkelen op uw gebied. Al ja. dus, dus wie zijn wij om te zeggen wat een grote ambitie of niet is? Mm -hmm. Ik denk de, de, de onderliggende uh, vraag, of, of de context van waaruit ik die vraag stel, is dat zeker zo rond deze leeftijd, heel veel maten uit eind 20, begin 30, uh, inclusief ikzelf, waar, waar de vraag is hoeveel van mijn werk, en dus ambitie en grote doelen. Um, hoe is die balans met dat wat uh, contentement brengt. En als ik dan met oudere mensen praat, is dat ik ben zo een aantal keer al wekenlang gaan wandelen, dat ik zo ook heel veel tijd heb om met mensen te praten van, van overal. En die oude mensen zeggen bijna altijd uh, familieleven, tijd voor vrienden. Uh, er is een man, Ferdinand, die doet echt mijn leven verandert, die zei... Dat is mijn maag trouwens, hè, mijn uh, Ik denk niet dat je dat gaat horen uiteindelijk. Nee. Maar ik, <laughs> Ik, Ze knort. Ik, ik, ik hoorde iets kleins ja. Sorry, en, nu, ja. voel, en nu voel ik die bij mij ook zo, aan het oog. Um, maar die, die man dat was, zo, die was net op pensioen, een Duitser, en ik ben met hem aan het praten en hij zegt zo, ja, zo, zijn dochter bellen net. En hij zegt zo, ik heb een geweldige band met mijn drie dochters. Ik, ik kwam al wat verder met hem en ik zeg van vertel er eens over. En hij zegt, of ik vroeg aan hem van, van hoe komt dat eigenlijk en of, van waar komt dat? En hij zegt ja, ik denk als mijn dochters geboren zijn, alle drie, ben ik zo één of twee jaar thuis gebleven om voor hen te zorgen. En hij zegt, ik denk dat daar echt de kiem in lag van waarom, dat, waarom dat wij vandaag zo uh, goed samen passen. Want hij vertelde dat met de eerste dochter, als hij op pensioen... Hij had tegen zijn drie dochters gezegd, als ik op pensioen ga, dan gaan wij een reis maken. Met de eerste was hem uh, vijf weken door Cuba gaan backpacken. Met de tweede was hem in Nepal een berg gaan, niet de Himalaya, maar ja, ja. gaan klimmen. En de derde was net zwanger, dus dat ging hem nog doen. En dus vandaaruit vroeg ik dan van, maar hoe komt dat je zo'n goede band ermee hebt? En hij zegt, ja, ik ben daar de eerste jaren bij thuisgebleven. En zin denk ik van, ja, als ik een kind heb en ik heb de ruimte om dat te doen, halftijds of hoe dan ook, ik wil ook één, twee, drie jaar thuis kunnen blijven. Of nu dat ik geen kinderen heb, probeer ik na te denken, hoe zou ik ervoor kunnen zorgen dat dat gebeurt? En dus de achtergrond van mijn vraag van daarnet is eerder, als je dat soort verhalen hoort en je hoort er zo'n tiental, dan weet je heel duidelijk, ik wil die, die tijd heel enorm uh, appreciëren en, en creëren. Maar dat botst in de realiteit heel vaak met. Ik heb nog die klant, ik heb nog dat project, ik heb nog die grote droom. Als ik in die krant sta, of als ik die gast, of als ik die, dat contract binnenhaal. En de mate waarin dat die grote ambitie botst met. wat u eigenlijk um, echt geluk brengt. En opnieuw echt geluk tussen aanhalingstekens, mm -hmm. dat moet iedereen voor zichzelf invullen. Maar dat je zo voelt van. De, Ikzelf en, en zeker zo deze leeftijd gesteekt, zoals je kop in het zand, je gaat voor je carrière. Om dan tien, 15 jaar later te merken van misschien was dat toch niet wat mij echt plezier brengt. En dat vind ik, ik vind dat, ja, dat is zo de discussie, denk ik, op dit moment, samen met relaties, alleen van een vriendengroep. En, en vandaaruit komt zo wat die vraag: van, hoe vind je daar voor jezelf die balans tussen? wat betekent het om een bedrijf met tien man te hebben en een, en een wagen en faam en naam en hoe je dat ook voor jezelf invult versus rond thuis met je kindje spelen. En, 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 daar, en, daar te, en ik zeg niet dat dat... Het is niet tussen die beiden, maar tussen dat wat je denkt dat je geluk brengt en dat wat je effectief geluk brengt. En dat is zo'n moeilijke, moeilijke balans om te vinden hoe dat je... En daarom ook de vraag van die ambitie en die... die, die Misschien die externe validatie, is, dat is die impact positief, negatief? Hoe, hoe spelen die twee samen? Mooie vraag. Ja, want je hebt het ook op, het, gewoon op een zeer hoog niveau als in uh, die externe carrière kunnen beleven met je met uw, uw persoonlijk leven. Want het voorbeeld wat je van je moeder hebt, daar moet ik dan direct aan denken. Misschien is er nog een verschil tussen mensen die een bepaald vast carrièrepad hebben. Mijn mm -hmm. broer is brandweerman. Ja, die heeft aan zich weinig carrière-matige vragen, behalve wat wil ik als brandweerman mm -hmm. gaan doen. M maar die groep mensen die een soort van vast carrièreplan hebben, is misschien nog iets anders dan, dan zij die, um, ja, die meerdere carrières gaan hebben in, in hun leven. Ja. Dus, dus dat daar zo... Voor mij is het moeilijker om te plannen, als ik over vijf jaar kinderen heb, hoe gaat dat een impact hebben op mijn leven, want ik weet niet hoe mijn leven er gaat uitzien, terwijl voor mijn broer, mijn moeder, mijn, vaak mensen een... een uh, publieke sector, is dat wat makkelijker, ja. omdat je je leven makkelijker kunnen plannen op die manier? Ja, dat is een keuze natuurlijk. Hè. Dat is echt een keuze, Een eigen keuze. Maar hm. dat um, jij ook zegt, en dat vind, vind ik wel mooi, allez, uh, daar pik ik op in: dat jij zegt van ja, als ik kinderen krijg en ik heb de ruimte, dan wil ik daar graag thuis voor blijven of half tijd voor werken. Maar, en ik heb de ruimte. Dat is uw beslissing of dat jij ruimte maakt. Hm. En dan kan iedereen zeggen: elke excuus is gewoon, ja, maar ik heb het geld nodig, je hebt dit en dat. Maar, en dat is een hele moeilijke. En heel veel mensen zijn het daar niet mee eens. Maar jij maakt de ruimte. Dat, jij beslist of dat jij dan het met minder geld gaat doen. Hoe gaat het doen? Op welke manier gaat het oplossen? Maar dat is wel uw beslissing. Dat als jij een kind hebt en je wilt echt thuisblijven en nog veel tijd. Dan is dat uw beslissing om daar ruimte voor te maken. Niet van, ik heb daar ruimte. Hmm. Uh, en er is ruimte voor. Nee, die ruimte, dat is uw verantwoordelijkheid. Dus um, ja, dat is uw eigen beslissing. Um, maar hoe balanceert je dat met dan die. Ja. <tacht> ja, met die grote ambitie zogezegd. Dat, dat zijn prioriteiten stellen. Hmm. Ja. Um, maar uh, ik had het ook niet anders willen doen. Hè. Ik had deze carrière ook niet uh, willen missen. Maar als mijn leven misschien anders was geweest en ik was niet jong gescheiden... Dus ik, had, ik heb altijd co-ouderschap gedaan. Waardoor dat, en dan soms, zeg ik, soms zeggen de mensen van ja, daardoor heb jij zo'n carrière kunnen uitbouwen. En dan zeg ik ja, of ondanks dat ik ben gescheiden en co-ouderschap heb ik zo'n carrière kunnen uitbouwen... Um, Um, uh, dus dus uh, ja, alles hangt natuurlijk af van de omstandigheden en de keuze die je maakt, maar uh, stel dat ik, want dat, die vraag ik mij wel soms gesteld. Stel dat ik uh, niet, geen co-ouderschap had gehad, had ik dan deze carrière zo uitgebouwd? Bedoelt je, was ik nog samen geweest ja. of had de kinderen volledig voor mij gehad? Ja, nee, of was ik nog samen geweest, of was Ja, of, of voor wel met twee, met twee om ze op te voeden. Ja, ja, ja. ja. Uh, of of, of uh, was, waar, waren de kinderen altijd bij mij geweest, of... Inderdaad, uh, het is dus wel... Het feit dat ik, als ik de kinderen een week dan niet had, dat ik van s'morgens tot s'avonds kon werken, mm -hmm. de week dat ik ze wel had, ook... Maar pas op, nu dat ik het zeg, denk ik, ah, maar ik heb die, die keuze wel... De week dat ik die had, heb ik heel veel dingen nee opgezegd, hè prachtige kansen laten schieten, hè. Omdat ik zeg, nee, ik heb deze week de kinderen. Ja, echt? Zeg jij ja, in Nederland wat dat vaak. Zeg jij nu nee tegen dit hmm. programma? En zeg ik, uh, ja, want ik wil bij mijn kinderen zijn. Ik zie die al de helft van de tijd niet, dus... Uh, maar ik merk dus dat, en dat hebben heel veel mensen, dat ze toch het gevoel hebben... Um, ah, ik kom ergens. <laughs> Soms is het een beetje... Dat... Um, ik zie soms uh, collega's van mij met kinderen, die zeggen: Ja, ik, heb, ja, ik, ik vertrek nu weer naar mijn werk of mijn radioopnames. En ik, ben, ik heb keihard gehuild, want ik heb mijn kinderen weer moeten achterlaten. En ze vroegen: Mama, wanneer, waarom blijf je niet thuis? Of Papa, waarom blijf je niet thuis? En oh, het is zo pijn. En dan denk ik: Jij beslist wel om, mm -hmm. om te gaan werken, hè? Je, je, je hoeft dit leven niet te leiden. Jij beslist dat je die ambitie en die kinderen maar wilt combineren. En ik vind dat op zich niet slecht. Maar als je dan voelt dat of je ambitie be begint onder te lijden of je kinderen beginnen eronder te lijden, is het weer uw verantwoordelijkheid om daar iets aan te veranderen. En dat zijn keuzes maken. Ik heb nog een, een goede gehoord onlangs. Misschien. Probeer eens nee te zeggen tegen dingen die gewoon leuk zijn. Ik zeg ook heel vaak ja tegen dingen die, die tof zijn, die leuk zijn, hm. die een toffe kans zijn. Maar daar doe je... Dat is tof, hè, iets doen dat leuk is. Maar als je de dingen die gewoon maar leuk zijn, als je daar al eens nee tegen zegt, dan creëert je ongelooflijk veel tijd... En mogelijkheden om ja te zeggen op dingen die je fantastisch vindt. Vaak zien wij ambitieuze mensen in elk druppeltje een mogelijke kans. Herkent je dat? Mm -hmm. Maar en, al, en dan doe je al die druppeltjes. Hè? Want je, dat zou, wel eens, dat zou het wel eens de druppel kunnen zijn voor hun doorbraak. Dat zou wel eens een druppel kunnen zijn voor uw netwerk. Dat zou wel eens een druppel kunnen zijn voor uw succes. Dat zou wel eens het begin van 1 miljoen kunnen zijn. Maar al die druppeltjes, dat is leuk en dat is een kans. Maar door al die druppeltjes te doen, ben je eigenlijk niet bezig met achter u staat daar een deur op een kier en dan mm. moeten we misschien wat harder tegen duwen. En dan is dat echt fantastisch. Dus, maar dat is een moeilijke. hè? Ja, het moeilijke is dat je moet loslaten dat je niet op voorhand weet wat je achteraf gaat krijgen. En die opnieuw weer niet boek want de titel is Hell Yeah or No. Zo exact dat idee van, ja, ofwel doe ik het omdat ik het echt wil doen, en als ik twijfel, dan is het antwoord al de facto nee, omdat je dan... Wat, ik merk dat heel goed, als ik vrije dagen heb, dan ga ik die invullen door... Dus echt letterlijk niks heb opstaan door dus een maat te bellen en te zeggen, ja, we gaan een koffietje halen of dit of dat. En dat zijn bijna altijd de leukste dagen. En de dagen waarop je, ah, ik moet dit, ah, ik moet dat, ah, ik moet zus, ah, ik moet zo, dat creëert zo'n soort van stress, waardoor dat je gewoon al de leuke dingen niet meer ziet. Of de, je creëert geen tijd voor jezelf. Maar het, het moeilijke is dat je op voorhand niet weet wat je gaat krijgen. En dat is heel uh, angstaanjagend in een zin. Het is veel... Het is, het is makkelijker om de illusie te hebben, omdat je weet, ah, ik ga van dat uur tot dat uur dat doen, en ik weet exact wat ik ga krijgen, versus of ik ga, of ik ga tien dates doen deze maand of jaar, want dan ga ik wel iemand vinden, terwijl je dat gewoon loslaat. Misschien, misschien 9 van 10 is die persoon al in je leven, stop met er naar te zoeken of zo. zo. Heel dat idee van... Uh, dat van dat zoeken, Kier, dat hè, najagen, het najagen ja. van je kansen en het, 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 het elke kans willen aangrijpen of elke... Ja. Kleine mogelijkheid willen benutten om toch maar dat daar iets groters gaat uitkomen. En ik denk dat dat vaak ook gewoon is zo dat je wilt dat de buitenwereld u dicteert of zegt: van, wie zijt gij, wat doet gij, wat vinden wij waardevol, omdat je dat voor jezelf niet weet. Mm. Als in, oh ja, als hier nu honderd keer meer mensen naar luisteren, dan is het waardevol. Ja, dus maar, nee, nee. Maar als dat het voor is... mij waardevol is en voor u bij extensie, dat is genoeg. Dat is het. Maar dat is wel wat ik een beetje, als je teruggaat naar die put die dan nooit gevuld gaat raken. Je gaat niet tevreden zijn bij mm -hmm. duizend, je gaat niet bij 20.000, bij 100.000 miljoen. W wanneer, wanneer heb jij nu echt dat je. En, en, en dan komt het. Stel je voor, 50 miljoen mensen luisteren naar je podcast. Jij verkoopt boeken en collages, jij bent professioneel, mm -hmm. gerespecteerd, collage. Uh, Tate modern. Belt u. Bent... Denk jij dat jij gelukkig gaat zijn? Denk jij echt dat dan de rest, Allee, dus jij hebt professioneel, alles bereikt wat je kon bereik... bereiken? Denk jij, dat jij... Denk jij dan echt dat alles daar rond in orde gaat zijn? Mm. Nee, nee. Je zit nog altijd met angsten, het kan nog altijd beter, uh, je kunt nog altijd met je gezondheid sukkelen, uh, je altijd... kunt nog altijd een slechte relatie hebben, mm -hmm. je kunt nog altijd met trauma's kampen. Uh, dus. dus dat idee van dat het ooit genoeg gaat zijn, dat moeten we inderdaad proberen mm -hmm. los te laten. Want ja, dat is een hè. Ja, die voldoening komt niet daarvan Nee, vandaan. maar je denkt dat wel. Ja, en, en het wordt ook zo, en het is moeilijk omdat dat ook in mijn hoofd ook overal getriggerd wordt. Als in, je wordt constant herinnerd aan. kijk, die doet dit, kijk, die doet dat. Maar ook impliciet, hè? dat je gewoon uh, als je kijkt naar wat het nieuws is of een krant of. Uh, je hebt er weer een paar volgers bij, of een paar. Dit. Alles wordt ook zo uitgedrukt in alles. We drukken heel veel dingen in cijfers uit, waardoor je ook constant zo die verleiding hebt van ah, uh, ik ben zo oud en ik sta zo ver, maar die is zo oud, en die staat daar. Uh, die is zo, je, je leeft gewoon in een wereld waar je constant uh, ja, verleken wordt met andere mensen, of jezelf vergelijkt met andere mensen van ah ja. Als ik een advertentie zie van zo'n knappe vent bij wijze van spreken in een van die nieuwbouwappartementen, denk je, ah, zo zou ik ook moeten zijn. Of ik, ik zou dat moeten dragen. Zo, zodat ik... of, of jij denkt dat als je zo zou zijn, die, dat die mens wel heel gelukkig ja, Dat Die ja. mens heeft het voor elkaar, dus die is content. En dat is dus helaas niet. Hmm. Ja, en dat is, maar dat is ook wel mooi, omdat je dat zei van. Er zijn veel jonge mensen die mijn boek lezen. Dat je, wel als je het dan gelezen hebt, dan weet je. of dan Kun je tenminste niet zeggen dat je, dat je het niet wist. <laughs> um, dat is Ja, dat je... De, 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 dat geluk niet ligt in wat je bereikt. Voilà. voilà als je zegt van ik wil de volgende Evi Hanze zijn, of wie dan ook, ja, dat je, dat je een heel duidelijk beeld hebt van maar wat betekent het om Evi Hanze te zijn? Hm. En als jij enkel ziet de volgers, de programma's, de boeken, de, de, de wat dan ook... Ja goed, dat is maar één stukje daarvan. Oeh, en, en, en ook dat zijn die hè waar ik ook trouwens mm -hmm. heel veel last van heb. Hè. Um, dus als je um, als een, een programma scoort, of, als, uh, of, of als, als, als je compliment ziet in de krant, of als uh, iets dat je kunt meten, dan voel je even goed. We hebben de zak terug, hè? En, en als ik mij slecht voel, echt, het, dan denk ik dat ik nog uh, had ik 13 miljoen volgers hè? Uh, ik voel mij slecht hè um, en dat is, dat is iets wat ik nu wel besef nu pas Allee, al wel wat langer ik heb hmm. gelukkig niet heel mijn leven daaraan vastgehangen maar uh, dat is wel dat zijn, dat zijn dat zijn superkorte momenten dat zijn pieksjes en en dan zakt dat weer in elkaar want dat is maar dat zijn wel leuke momenten, maar dat is niet waar het om draait. Maar is dat iets wat eigenlijk de facto enkel gebeurt met de ouder worden? Is dat gewoon een soort van kilometers maken? Mm, ja. ja. Want bijvoorbeeld ook weer met Tineke Beekman ging het daar zo over. Die zegt, ik was 35, denk ik, als ik het mij goed herinner. Hij zegt, en dan heb ik voor de eerste keer in mijn leven na al die postdocs en wijst, pen en papier gepakt en neergeschreven. Wat kan ik en wat kan ik niet? En dus ook wat doe ik graag en wat doe ik niet. Graag? En zegt, sindsdien weet ik heel duidelijk, dit is wat ik doe, dit is waar ik goed in ben. En al de rest, nee, dat ben ik niet. En zegt, dat heeft mij zo'n soort van rust gegeven. Ja. En, en, en ook daar, en, want jullie zijn ongeveer even oud, dat ik zo denk van, hoe, ik, 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 ik kijk naar u, je zit een paar jaar of pak uh, elf jaar ouder, hoe vermijd ik misschien de dingen die... De, de fouten of hoe kan ik wat kan ik daarvan leren maar heel vaak is het antwoord in mijn hoofd van je moet gewoon door die dingen gaan sommige dingen moet je meemaken om ervan te kunnen leren en zo het mooiste troevige voorbeeld is je kunt praten over verdriet totdat je een groothouder of een ouder of iemand anders dan weet je dat je kunt daar honderd boeken over lezen maar moet dat voelen omdat je en je kunt dat niet je kunt zoveel podcasts of boeken of films of wat dan ook sommige dingen moet je nu eenmaal Beleven. En ja. dat ook soms het frustrerende antwoord voor een jong persoon, of voor een, voor een ambitieus ja, jong zo, persoon, is zo: moet je moet dat gewoon meemaken. En dat is, je moet letterlijk met je hoofd tegen de muur ja. lopen, wat heel frustrerend is als je zo. Want je wilt dat niet. Nee, maar. Aan de kant. Nee, want je, je wilt een feilloos. Je wilt, eigenlijk wilde je nu al de antwoorden ja, hebben. Ja. Dan kun je even je ambitie en je privéleven mooi in elkaar laten overvloeien. Oh. En dan, je wilt, maar, um, dat snap ik. Um, dat is zo'n beetje het idee dat je dan. Als, wat zou ik nu zeggen tegen de twintigjarige Evi? Hmm. Um, maar, ik denk dat het wel goed is dat als, op momenten dat je het nodig hebt, als je dan. Een boek leest, een ander boek leest, naar een podcast luistert, hoe oud dat ook zij, dat je um, even hoort van: het is oké okay om mij zo te voelen. Of het is oké okay om te, te twijfelen. Het is oké okay om. Allez, blijkbaar werken veel mensen te hard. Blijkbaar eh, liggen mijn prioriteiten anders. En ik denk dat leven nooit dat dat ook niet de bedoeling is. Ik denk dat je altijd gaat. Blijven zoeken naar... Omdat je zelf verandert. Naar, naar wat is nu belangrijk voor mij? Waar word ik nu gelukkig van? Um, dus... Maar ik denk dat het wel goed is als je... Op welk moment dan ook in je leven... Af en toe is iemand hoort zeggen... Die dat, denk, die, dat, die dat zegt. Maar iemand hoort spreken... Die zegt... Bekijk het eens op die manier. Bekijk het eens op die manier. Probeer het eens op die manier aan te pakken. Ik denk dat dat wel... Altijd helpt, want zo heb ik het ook geleerd. En dan de. jammeren of gewoon de constatatie: je bent ook maar een mens, want het is niet omdat je weet hoe je het moet doen, dat je dan niet nog snel naar een supermarkt gaat en eigenlijk jezelf aan het opjagen bent, bijvoorbeeld. Voilà, voilà. Hm. Zo, hm. Zoals ik het ook heb, uh, dat ik ook doe. Het goede is wel dat je, als je zelf bewust bent van wat voilà, je. Of wat je ongelukkig maakt, of als je, zoals mijn ambitie, als je weer denkt: van, shit, ik heb niet genoeg volgers of ik wil meer volgers en het lukt niet. Het is wel fijn dat je dan even kunt terugschakelen en denken: Wacht, echt? Voel ik me nu echt even slecht omdat ik vind dat ik niet genoeg volgers heb? Hm, ik ga me iets concentreren op wat ik al wel heb. Echt cliché, maar dat, dat is echt wel zo. Hè? Um, als jij... Vaak ligt je focus op iets dat je niet hebt bereikt en dan voel je je slecht. En als je eruit stapt, als je daar met je vrienden gaat wandelen en, en je, je, je verzet je gedachten, dat is toch? Dan kan dan... het aantal volgers je op dat moment mm. niet schelen. En het is zelfs zo dat je dan soms denkt van ik nu echt, voel ik mij nu gisteren amai naam, echt slecht omdat ik niet genoeg volger zat. Toch? Of niet? Ja, en dan ook... Je moet daar kunnen uitstappen, je moet daar mm. echt kunnen uitstappen. Maar dat is ook de, dan de waarde van een goede omgeving, van vrienden, familie, uh, partner, die, die ook dat perspectief kunnen geven en blijven geven. Ja, maar het is uw verantwoordelijkheid om daar uit te stappen. Want anders dan, maar, maar, dan, dan maar verwachten het... dat andere mensen nu daaruit gaan ja, trekken. Niet per se verwachten, maar je ziet het gewoon soms niet meer. Je ziet nee. niet waar je. Nee. Vandaar raad ik meditatie. Maar zowel positief als negatief. Ja, ja. ja zeker. Dat... Want onlangs ben ik zo. Ik vond dat heel cool. Ik ben zo door mijn GSM aan het scrollen. En er stond iemand langs mij. En die ziet dan zo gewoon mm. nummers van mensen die op de podcast zijn geweest. En dat is dan zo, de Herman Bushamans en dat. En je ziet gewoon die blik. En dat is zo'n stom voorbeeld, hè? dat is echt zo dwaas. En die kijkt ze van: hou oh, Jan, dat, dat is cool. En dan merk je van: ah ja, vergeet. De, je vergeet soms zelf wat je aan het doen bent. Mm -hmm. Of in welke situatie, zowel positief als negatief. Dat, dat dan, als je omgeving zegt: van, kijk, dit is nu aan het gebeuren of zo of zo. Dat dat wel heel waardevol is, dat je die, dat je die feedback hebt. En ik heb ook zo vorig jaar heel veel gemerkt: van, amai, als ik en hier alleen zat op mijn appartement. En uh, gelijk, gelijk veel mensen. En ik had niet de omge de so het sociaal ja. vangnet dat ik vandaag heb. Oh, dan was dat nog eens zoveel moeilijker. En dat je, zo, dat je inderdaad, je moet dat zelf, uiteindelijk ligt die autonomie volledig bij jezelf. Maar dat je wel vertrouwenspersonen hebt en wie je dat kunt aftoetsen. Ja, dat is waar. Dat is absoluut waar. En dat die ook het beste met je voor hebben. Ja, dat is waar. Maar je hebt, je hebt gelijk en ik herken het ook. Hè. Uh, maar. Je kunt dat dus ook zelf. En misschien ben ik daar dan iets ouder in geworden, dat ik nu uh, zelf denk: van, waarom, waar, waarom maak ik mij nu druk? Waarom voel ik, voel ik mij nu slecht? Ik geloof dat alles uw, uw, uw eigen verantwoordelijkheid is en hoe dat je met dingen omgaat. Um, dus zelfs. Um, dat jij hier zit op, en, en dat, dat de mensen tegen je zeggen, schouderklopjes geven, jammer, je zegt hoe bezig. Je zou dat eigenlijk moeten leren om dat tegen jezelf te zeggen. Mm. Wat dat ik daar heel erg hoor of mis dan met wat jij zegt, is eigenlijk dankbaarheid. En ik heb een chance gehad dat ik altijd heel dankbaar ben geweest, echt waar, uh, over alles wat ik meemaakte. Dus ik wist heel bewust. Explice Robinson, was ik altijd elk ritje naar een eiland, want dan moest ik gaan werken. Dacht ik van: Wauw, ik zit hier op een <tie> zeilpunt. Wauw. Hetzelfde trouwens met deze reis met het over de oceaan. Van hoe hard dat dat ook was. Eigenlijk, dat heb ik wel gepubliceerd op mijn Instagram. Is het dat? Ik schrijf letterlijk van: Oh, ik voel me zo slecht en zo moe. En toch zou ik niet snel naar huis willen, want ondanks dat ik mij super kut voel. Alleen, Mooier gezicht. Um, besef ik nu al. dat dit een fantastische rit is. Mm -hmm. um, en, en, en dus dan. dat vond ik mooi aan mezelf. toen ik het las. dat uh, was ik al vergeten van. Ah, dus zelfs in de miserie. kon ik terugkoppelen naar dankbaarheid. en denken: wauw, ik zit hier toch maar weer. En ik denk. Um, dat als mensen bij u zijn. En, en, um, en, en jij hebt. Uh, toffe gasten die dat jij interviewt, is deel belangrijk dat je heel dankbaar daarvoor bent, voor uzelf, hè, mm -hmm. en dat probeert vast te houden en dat jij denkt van, wauw, ik heb dat mogen doen en dat je dat genoeg voor uzelf uh, herhaalt, mm -hmm. um, want dat, dat gaat u enorm helpen om um, met een goed gevoel uw ambitie verder te zetten. Ja, want de valkuil is dat je uzelf wijsmaakt van, het is toch logisch dat het ik ja. doe vandaag dit, dus morgen dat. Of ja. ik heb nu dit programma gemaakt, dus het volgende. Of ik zit dus aan tafel bij vandaag, de volgende keer de wereld draait En dan ja. en en en. Ja, en maar als dat, het dan niet is. Ja, ja, inderdaad. Dan laat je geluk daarvan af. Dat opvangen. was bij de wereld draait trouwens ook. Elke keer als ik daar zat, <laughs> dacht ik dat dat wel de laatste keer zou zijn. Ja. Of ik. Allee, nee, niet de laatste, nee, niet zo van ons, de laatste keer. Nee, ik was elke keer oprecht. Dankbaar dat ze mij belden om daar te gaan zitten. Ja, en of, of vasthouden aan dat wat er is. Namelijk ze bellen om nog eens te komen. En niet aan, oh ik hoop niet dat het de laatste keer is of zo. Nee, of, niet, nee, niet, niet dat negatieve. Nee, maar, maar dat is, dat is, het is anders. Want het is, het is meer van, uh, uh, ja, elke keer dankbaar zijn dat ze je bellen. En dus ook genieten van dat moment dat je daar zit. En dan zitten ook niet zo verkrampt. Alleen hetzelfde met je podcast of met Eener wat je doet. Um, ge, ja, daar zijn we weer aan het beginnen je doet iets en je ge geniet ervan op dat moment, en op dat moment geeft dat je een fantastisch gevoel mm -hmm. en eigenlijk zou dat moeten volstaan, mm -hmm. en wat de gevolgen daarvan zijn, dat ziet je dan wel ik heb daar, ik weet dat ik mijzelf dat voornaam zo dat idee van, stel nu ik ben aan het praten met iemand en ik ben vergeten om op opnemen te duwen, of het is mm -hmm. uitgesprongen zou je dan boos zijn omdat je het niet hebt of zou je dan blij zijn dat je het gesprek hebt kunnen hebben en dat ik heel vaak denk, nu, nee, ik zou gewoon blij zijn, ik zou even graag met iemand praten, het zou sneu zijn, want die persoon maakt tijd vrij en alles wat dat je wilt, het en, is het is en het ja. is niet professioneel. Maar eigenlijk, in C, ik babbel gewoon graag met mensen. Mm. En als dan nu de camera aanstaat of uitstaat, eigenlijk maakt mij dat niet eh, los van het profe de professionele consequentie. Maar het is, het is, ja. Ja. Het is een valkuil. De, 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 het is heel moeilijk om als individu, uh, of als persoon, persoon, u constant te herinneren aan wie jij bent, waar jij voor staat, waar jij mee bezig bent. Als er een buitenwereld is van, ah ja, maar die doet het iets beter of ja. die heeft iets meer dit. Maar dat is dan uw werkpunt wel. Hm. Ja, maar jij beschrijft daar bijvoorbeeld ook een boek, denk ik, over, ik ben haar naam kwijt, van, ah, die heeft ah, alles. Ja, 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 ik, ja, ja. Ik, um, Charlotte van der Meer. Ja. ja, ja, maar zo kan ik er nog mm -hmm. heel veel op noemen. Hè. Dat, zo van, wauw, die heeft alles. Ja, die is knap ja. en die is dit en dat. Ja, 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 mm -hmm. ja. maar dat is dat over jaloezie, hè? Yeah. Um, dat gaat, dat is um, dat jaloezie eigenlijk een spiegel is. En dan heb ik het over uh, niet jaloers zijn in relaties, maar uh, jaloers zijn op uh, mensen uh, die, die verder staan dan u, die meer uh, succes hebben of die het succes hebben dat jij ook wil. En, um, en ik betrapte mijzelf daar ook op, maar ik zei dat nooit. Hè. Ik zei altijd mm. dat ik iedereen de wereld gunde, mm. maar eigenlijk ja. En soms heb ik dat soms nog. En, uh, maar dus nu herken ik dat bij mezelf en weet je wat dan een kei mooie oefening is? Dat je verplaatst in die persoon en dus dat je oprecht dankbaar wordt van, oh wauw, die moet nu zo blij zijn dat ze die erkenning krijgt en oh dat moet nu zo tof zijn dat ze dit kan doen. Oh, ja en dus dat je en dan. Kun je niet anders dan blij zijn voor die persoon. Hmm. En dan koppelt je dat los van je eigen noden. En, en ja, ik stuur ook altijd berichten dan, van, of ik bel eens van. Oh, dit moet zo tof zijn voor u, dat je dit, deze erkenning krijgt, of dat je dit bereikt. Hmm. En geniet ervan, want je verdient het. En wauw, het is fantastisch dat je dat doet. Je, je kunt dat wat forceren en dat mag. En dat, dat maakt u niet. Dat is niet nep. Hmm. Dat is niet nep. Uh, je kunt ook, ook aan iemand zeggen: van oh, Wauw, dat had ik graag zelf willen doen. Maar wow, dat idee. Maar dus, mij helpt het enorm als ik zo, dat, dat, dat vies gevoeltje van dat vergelijken voel. Dat is zo vuil. Want je wil eigenlijk je wilt toch helemaal niet die persoon zijn die daar iemand iets niet gunt. Hoe raar is dat? Mm. Dus, probeer u dan eens te ver, ver, verplaatsen en, en probeer het succes te evenaren en het. Als jij die persoon zou zijn, en dan, ja, dan kun je alleen maar blij zijn voor die persoon en dat ook gunnen. Dat is één ding. En het tweede is, je kunt nooit een stukje van iemand zijn. Dat helpt ook. Dus, ja, dat is de grote valkuil. Hè? Ik dus, wil die zijn of haar faam, maar niet de rest. Ja, ja, zo dus, werkt dus dat niet. Dus weet als je iemand echt uh, als, als voorbeeld neemt en op het ongezonde af... Dat je het zelfs eigenlijk de persoon succes niet gunt, maar dat je eigenlijk die wil zijn. Je moet heel het leven, heel de familie, heel de gezondheid, alle trauma's, alles erbij nemen. En dan, dan denkt het toch wel van: wauw. Alleen vaak is dat dan, ja, maar als ik alles erbij. Ja. En, en dan verliest je ook. Al, al het goede van je leven verliest je dan ook. Hè, want mm. niet... nee. En dat, dat vind ik dan ook al, altijd wel een goede oefening. Ja, of de blijde gedachte is dan dat je tot de conclusie komt dat je eigenlijk niet wilt wisselen. Nee. Dat je iets hebt, nee, mijn leven is prima zoals het is. Dus ik wil zelfs, niet wisselen. Uh, met je uiterlijk heb je dat ook. Met zo, uh, uh, we worden ook gebombardeerd met zo uh, uh, perfect body en zo. Dat wil ik even meegeven, want dat is fantastisch om ouder te worden. En ik ben dan nog maar 42, weet je, wat gaat dat zijn op mijn 62? Trends van uiterlijk veranderen enorm. Hè? In mijn tijd, als ik jong was, waren billen, ronde billen, was uit een boze. Bij ons was, is mijn gat niet te dik in deze rok? Uh, Clement Peres Exposition, Hugo Matthäuser, nee. met Bart Peters, die hebben er een liedje over, ik uh, vind mijn gat niet te dik in deze rok, zeg. Nu zijn volle billen echt in. Nu moet uw poep te dik zijn in die rok. Dat, dat moeten zien. Dat is alleen zo Kardashian-stijl. En dan merk ik ook van. Oh ja, Nu zijn die curves in. Bij ons was dat niet. En dat is nog maar 20, 22 jaar geleden. Wingbrouwen. Nu zijn volle wenkbrauwen keihard in. Meisjes zijn uren bezig met die wenkbrauwen buiten schilderen, Laat ze tatoeëren. In, toen ik jong was, werden die super hard weggeëpileerd. waren We hele dunne streepjes, was, was dat de mode. Ik ben zo blij dat ik, ik dus toen niet heb meegenomen met die trend. Want nu zegt iedereen: Oh, het is gewoon wenkbrauwen. Ik doe daar niks aan. Die zijn zo. En dan denk ik: Halleluja, doe niet mee, elk, doe niet mee met elke trend. Alles gaat voorbij. Um, en uh, wat ik ook. Hè, dus wij kijken nu allemaal uh, veel te makkelijk naar wat dat knap is en wat dat mooi is. En, allez, in mijn tijd, meisjes hadden geen wasbordjes. Ha, blokjes, een meisje, ja, als je atleten was, euh, mm. dan... omdat het, Maar niemand, dat was helemaal niet ons ideaal, blokjes hebben. Hm. Zod, um, om maar te zeggen, nu vergelijken we ons heel graag, je moet echt eens proberen om te zeggen, oké, okay, ik ruil mijn lichaam met iemand anders. Dus uw hoofd blijft hetzelfde. En voor de rest moet je ook het volledige lichaam nemen. Mm. Dus de handen, de nagels, uh, de, de schouders, de kin. Uh, nee, de, ik, zou, ik zou uw tenen niet willen. Ik heb heel goed tenen trouwens. Nee, 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 maar, nee, nee maar bijvoorbeeld mm -hmm. dat. Uh, want ik heb die oefening ook eens bij mezelf gedaan als ik wat jonger was. En toen kwam ik tot de conclusie dat mijn lijf eigenlijk wel gewoon bij mij past. En dat ik heel, dingen heel mooi kan vinden. Van, dat wil niet zeggen dat ik... Vind dat, ik vind trouwens dat ik een heel mooi lichaam heb, omdat dat bij mij past. En ik vind trouwens dat je jezelf echt mooi moet vinden, omdat je dan de schoonheid ook, de eerlijke schoonheid kunt zien in andere mensen. Dat, dat is heel gek als ik dat zeg. Oh, ik vind mezelf prachtig, zeg ik soms thuis. En dan zie je mijn plusdochters zo kijken van... Allee, ja... Uh, ja, maar ik vind, daarom kan ik ook andere mensen heel mooi vinden. Um, um, maar om dan, om dan te, te proberen om, om het, hele, het volledige lichaam met iemand te ruilen... Dan denk je, ja, die denkt, maar nee, nee die, 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 die smalle schouders passen niet bij mijn, bij mijn hoofd. Of, en dan kwam ik tot de conclusie van... Mijn lichaam past wel bij mij. En ook, soms kan het wat gespierder, of kan er een kilo bij... Of moet er vijf kilo af, maar... Eigenlijk denk ik, snap je, hm. omdat dat zo vergelijken en, en mensen hun carrière vergelijken, maar ook hoe dat mensen er uiterlijk eruit zien, als je echt die oefening maakt om echt met iemands lichaam te wisselen, dan zeg je toch ook vaak: van... Wow, hm. moet niet. Ik hou dit wel. <laughs> ja, ik denk wel dat zo heel die uh, sociale media en internetperiode daar wel, dat, dat dat moeilijk maakt, omdat je zo. Wel constant vergeleken wordt met andere mensen. En hoe was het met die Pommelien, zo zo'n maand of twee geleden dat ze wel eens zei bij Jani: van mm. ja, ik heb mij wel laten aanzetten of meelaten mee slepen in dan die plastische chirurgie. Dat, dat dat soort dingen veel vaker voorkomen. Omdat je zo constant gewoon gebombardeerd wordt met iedereen schijnbare perfectie. Mm. En ik denk dat dat voor gasten zwaar is, ik kan mij voorstellen dat dat voor. Vrouwen minstens zo zwaar of waar misschien nog zwaarder is. Maar er wordt er wel zo constant mee omringd. Al die gelukkige mensen met, ja, met doet... hun wasbordjes. Terwijl als je er dan mee gaat praten, hebben die zoiets van: ik moet mijzelf uh, tien maanden van de twaalf uithongeren op een jaar om er zo op één foto uit te zien, bij wijze van het spreken. Hè? Ja, 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 maar um, dat is zo. Ja. Nee, nee, maar dat is waar die prioriteiten. Maar nog eens kopen, draait eens om. jij wordt er constant mee geconfronteerd. Nee, jij confronteert mm. u, hè. Ja. Is met, met die dingen. Er is, je kunt dat afsluiten, je kunt daar ook naar kijken en daar niet. Mm -hmm. En u, dat is uw verantwoordelijkheid om u daar niet mee te vergelijken. Maar ook, je hoeft dus niet op social media te zitten. Hè? Je moet die personen waarvan je dus een slecht gevoel krijgt, moet je niet volgen. Dat, is, dat, dat moet helemaal niet. Mm -hmm. Dat was mijn buik. Dat was wat. <laughs> nee, maar dat, dat moet helemaal niet. En dat is heel gek. Dat, en dat is misschien als je jong bent, beseft je nog niet dat je die keuze hebt. Ja, want dat gaat dan dus zo terug naar het punt van, heb je voor sommige dingen simpelweg die kilometers nodig, of die ouderdom, om te beseffen... Ik heb zo ook zo dat voorbeeld van een ziekenhuizen, oude mensen, daar komen jonge vrouwen, ik, ik denk dat ik het in de context van vrouwen, jonge vrouwen... Heb ik zo... nog een koffie? Uh, ja, want ik wil eigenlijk ook vragen om, om even een plaspauze te doen voor mij. En dan ga ik jullie die koffie maken. Die, waar dat ze zo. De jonge meisjes komen binnen, jonge vrouwen. En die hebben schroom, want oh, ik moet mijn kleren uittrekken. Mm. En de oude vrouwen komen binnen, doen kleren uit en nobody cares. En zo exact dat idee van. Dat zijn dezelfde mensen. Maar in het begin zit je zo bezig met van. Oh, ik of, of, ja, 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 ja. kan toch niet? Of mijn, terwijl die oude vrouwen hebben zoiets van: hier komen kleren uit. En, of oude oh, man. Maakt ja, ja, ja. niet uit. Dus van, het maakt niet uit. Maar dat zijn zo van die, van die dingen waarvan ik me afvraag. Dat... Waarvan ik denk, je moet daar gewoon tijd over laten. gaan. Kunt dat... Nee, dat geloof ik dus niet. <laughs> nee, dat geloof ik niet. Want dat is, het gaat ook over je goed in je vel voelen. En beseffen dat je lichaam. maar hè, dat is een lichaam, hè? Dat is dat Ja, maar, is maar dat, heeft, dat besef heeft toch tijd nodig? Nee, dat dat, dat. dat heb ik eigenlijk, ja, maar dat is misschien wat ik het thuis ook niet heb gezien. Dat heb ik. ik heb, Daarover ook zelf, zelf weinig, weinig schroom. Um, ja, ja maar of, of misschien is dat misschien omdat ik ook uh, zo een kunstrichting heb gedaan. En dat ach, je, is heel stom, maar zo balletlessen of dit en dat. Of, of, of achter de coulissen, ja, acteurs heb je, uh, je hebt geen tijd als je, je van show. Dat is, dus je staat in je, in je blote... Plote borsten en je trekt dat aan. En iedereen is bezig met dat. Dus je, misschien is dat ook weer om, omdat je dan je lichaam ook in functie ziet van, van, van. dat dat je instrument is, dat je daar mm -hmm. anders naar kijkt. Ik denk dat dat wel een groot ding is wat je zo herkent bij, bij wat jij beschrijft. Dat heel veel mensen zo hun lichaam wat dissociëren. Zo van dat is iets. Dat is niet een instrument. Dat, dat is zoiets zo anders. Terwijl zo mensen die acteren en, en die hun lichaam leren gebruiken... Ja. Die zien dat niet als... Het is niet goed genoeg. Die, die zien, dat, die zien zo het potentieel. En, ah, ik, kan, ik kan dingen uitbeelden, ik kan dingen doen. Mijn lichaam ja. kan vormen aannemen. Of, of ik ben wat zwaarder, dus ik speel ja. die, die zwaardere vormen. Of ik heb een apart uiterlijk, dus ik ga voor die rollen gaan. Of, of, ja. of ik heb... Uh... Ik ben wat kleiner, dus ik speel langer jongere rollen, omdat ik toevallig kleiner ben. Of ik ben ja, ja, misschien wel. Uh, maar ja, ik wil nog wel iets zeggen. Dat is fantastisch. Voor we de koffie maken. Ja. Dus ten eerste, als je dan toch een tip wilt. Want ik doe nu precies. Ik ben ook nog maar 42. Allee, ik, heb, ik heb nog, ik heb nog ja. de elf te gaan. Hè. Je zit ook al 42. Dat is ook waar, dat is ook waar. Maar dus wat ik tot nu toe heb geleerd is wel. En dat is misschien iets dat jonge mensen nu, die luisteren nu wel, dat kan zeggen, jawel, je hebt wel alvast een eigen keuze om dus te zeggen van ja, maar het is zo moeilijk met al die social media. Ja, maar zelfs nu, als jongeren, heb jij de keuze om mensen te ontvolgen of hm. niet te kijken naar social media. Je hebt, jij hebt de keuze, jij bent de enige die verantwoordelijk is voor uzelf, voor uw eigen welzijn. Dus jij hebt de keuze om als voor- en na-plaatjes u slecht doen voelen, om daar niet naar te, te kijken. Dat is echt uw keuze. Want ik zie niemand hier op de straat rondlopen met een wasbordje. Want gelukkig heb, we leven we in een land waar het vaak koud is. Dus je leeft zelfs niet op de beach van. Uh, van uh, Rio, Ipanema, mm -hmm. Copacabana. Dus je ziet dat zelfs bijna niet in het dagelijks beeld. Dus het enige wat je dat op ziet, is op je telefoon. Dus zeggen dat je er overal mee geconfronteerd wordt, klopt eigenlijk niet. Jij, mm -hmm. uw window op de wereld, is niet meer... Je kijkt naar Turam, dat is jullie telefoon geworden. En dat is... Dat is niet echt, hè. Alleen dat is wellicht, maar dat is zeer beperkt. Ja, en ook als je zo in gesprekken, want ik denk dan ook bijvoorbeeld uit uh, die zijn carrière of die zijn wagen of die zijn appartement of uh, zo, dat soort mm -hmm. dingen. Eigenlijk in de goede gesprekken met goede maten gaat het nooit. Gaat het zelden over en wat voor wagen heb jij en hoe nee, verdient hè? jij? En alleen met mijn beste maten... dat gaat daar echt niet over. Dat gaat erom wie zijt jij? wie heb je ontmoet deze week, hoe voelt je, je? hoe gaat het met u, waar zit je mee bezig, wat zijn uw dromen? Zo die. die, die dat, het gaat veel meer over zo de immateriële dingen. Het gaat eigenlijk zelden over... En, hoeveel kilo weeg jij deze week? Allee, zo, terwijl dat, dat is eigenlijk dan... Ja, of vraagt... mag ik je blokjes eens zien? Ja, ja. En, en dan zeggen oh, dat is keigoed, of, ah oh, nee, dat is niet goed. Ik heb al wel mensen mens gevraagd, van, wil je mijn blokjes zien? Ja, 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 dat snap ik. Nee, nee, als je er zwaar voor hebt getraind, dan moet je dat vooral laten zien. Uh -huh. Goed, ik ga, ik ga je ja. uh, zelf eens vragen... Ik, ik wil graag weten wat eigenlijk de ontvangst op het programma en op het boek is. Ja, ja. Maar ik zal uh, eerst uh, de koffie maken en dan gaat ja. het wel uitgaan. <laughs> um, ja, wat, wat ik zei, of waar we het net even over ja. hadden, is zo: Het is ook niet per se het vergelijken met de buitenwereld. Voor mij, van die persoon, die man, die vrouw mm. heeft, heeft dit of heeft dat. Maar het is eerder zo een idee: van... Kijk, ben, ik ben 29, ik vind daar alles super gaaf en ik. He, dus, ja. zo het idee van ik zit op een pad waar um, de dingen deterministisch zijn. Als in, als ik verder doe met de dingen die ik nu doe, dan komt alles wat ik wil, bij wijze van spreken. Dus, mm -hmm. dus ik hoef niet meer die. Stel, stel dat een doel zou zijn: ik wil 100.000 mm -hmm. volgers. of ik wil 2 miljoen euro, of ik wil dat appartement. Ik heb zo het gevoel dat in mijn leven, al die dingen komen wel als mm -hmm. ik gewoon blijf doen wat ik graag doe. Ja. Graag doen Punt. Maar. Dat komt dan in conflict met, uh, of bijvoorbeeld, die wagen zou ik graag willen. Maar dan denk ik, dat komt dan in conflict met een soort van ongeduld. Zo'n soort van idee: van ik weet dat het allemaal gaat komen, maar ik wil eigenlijk dat het eerder, ik wil liefst dat het sneller komt en nog liever dat het er morgen al is. En dat is niet, bij mij is dat niet dwangmatig, of zo voelt dat niet, maar je voelt wel van, eh, dus wat ik brood zeg. Ah, als ik nu die studio had met die camera's, dan kon ik het zo publiceren en dan kon ik sneller meer mensen bereiken. Maar dat ik eigenlijk denk: ja, maar nee, al duurt dat nog twee jaar, dat is ook allemaal prima. Maar ik heb zo dat constante ongeduld van het kan sneller, het kan beter. En, het is, hmm. en de, 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 de uitdaging is niet zozeer wat doen anderen dat ik ook zou willen. Maar vooral, hoe blijf ik rustig ja. met, met mijzelf en hoe dat de dingen lopen. En kan ik, da kan ik elke dag opnieuw accepteren. Hmm? Dat, ik, dat mijn pad, uh, voor mij, het is mijn pad en het komt wel. Ik hoef dat niet te forceren. Maar zo die, die constante dwang om dingen te willen forceren. Ja. Zo die, niet die dwang, die neiging om toch te zeggen. Dat is ook ambitie, hè? Dat is niet Ja, Want als we bijvoorbeeld, uh, ik kan twee babbels op een week doen, maar ik kan er eigenlijk ook vijf doen. Ja. Hoe beslis je dan, neem ik dan, hoe beslis je. dan? Dat zijn nu stomme voorbeelden, maar dat zijn effectieve dingen waar ik dan over zit na te denken. Van, Waar is daar de balans? Hoe blijf je gewoon dicht bij die rust die je eigenlijk voor jezelf hebt gevonden? En dat is, dat is wel, denk ik, zo voor mij persoonlijk de grote uitdaging. Niet zozeer wat doen anderen, en was die hun, 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 hun bereik, hun ding, al die externe dingen, dat doet mij minder, maar eerder, hoe blijf ik rustig met mijzelf, dat ik niet zo er een soort van artificiële druk op zet? Ja, maar misschien moet je dan eens even uh, je afvragen. Waarom? Trek Trekken eens iets dichterbij. Misschien moet je je dan afvragen waarom je meer wilt. Waarom dat je die studio wilt. Waarom dat je meer volgers wilt. Alleen snapte. Mm -hmm. Waarom? Want ik denk eigenlijk dat als jij nu morgen, nu, uh, na, ab, absoluut na dit interview natuurlijk, <laughs> zijn er keihard volgers bij. Heb jij je studio? Ja, dit, dit, dit is het hoogtepunt. Dit hè. is het. Nu, nu... Dit is uw druppeltje, dit is uw kans. Nu heb ik het gemaakt. <laughs> nee, nee, maar ik denk echt dat als je dat hebt, dan ga je... Daarvoor stopt het bij u niet, hè. Dan mm -hmm. komt er nog iets, hè. Dus die onrust, die onrust, um, die gaat nooit bevredigd worden. Dat kan ik u nu al zeggen. Mm. Totdat je beseft dat... Totdat jij dat beseft, denk ik ook niet dat dat gaat veranderen. Uh, maar ik volg u wel een beetje, omdat toen ik 22 was, ik studeerde uh, aan het conservatorium toen, jazz. En dat was mijn derde jaar conservatorium, maar daarvoor had ik twee jaar jazzstudio gedaan, dus dat is mijn vijfde jaar dat ik voorstudeerde. En het conservatorium is vijf jaar, dus ik moest nog twee jaar doen. Mm. En ik had ongelooflijk... Ik had het gevoel dat mijn leven maar niet startte. Dat mijn, ik was echt aan het wachten, wanneer begint mijn leven nu? Ik was 22 en ik voel mij al wat oud. En, um, ja, bon, en toen heb ik gesolliciteerd voor TMF en ben ik gestart. Maar dus dat, dat gevoel van, misschien heb jij ook van, wanneer start het nu echt? Wanneer begint het nu echt? En jij denkt dat die echtheid ligt in je volgers of in je grote studio. En, en dat, daar denk je dat het leven echt of je carrière echt of het echt ga beginnen, denk ik. Hè? Maar dat is nu al bezig. Het le uw leven is nu al bezig, uw carrière. Dit is uw carrière, dit is uw hmm. pad. Ja, als je dat zo zegt, moet ik meteen denken zo van, dan ga ik mijn potentieel, als ik dat heb, dan gaat mijn potentieel naar buiten komen, terwijl dat is niet zo. Nee. Het hangt niet van de ruimte of van de nee. audio-kwaliteit of van het aantal camera's, er hangt niet uw potentieel vanaf. Dat kan een versterkende factor zijn, maar het is niet dat daar het, het antwoord ligt of zo. Nee, nee, maar ik begrijp u helemaal. Ik heb ook pas nu, durf ik zeggen van, ah ja, ik heb echt een mooie carrière achter hmm. de rug. Tot mijn 3, 34, 35, had ik het gevoel dat ik nog altijd moest beginnen. Hmm. Wat opmerkelijk is. Wat opmerkelijk is. Dus ja. zelfs tijdens Expeditie Robinson. En toen had ik nog altijd het gevoel: het moet nog beginnen. Het moet nog gaan komen. Het, 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 het echte succes of het echte, dat moet nog gaan komen. Um, gelukkig heb ik dat. Maar de, ik weet nog ik dat ik daar zei van nee, nee, het moet nog allemaal beginnen. Ik zei dat op mijn 21 ik moet nog beginnen. Ik zei dat op mijn 34, ook dat echte, die echte carrière. En dan is dat echt. ...een besef geweest van... ...nee, dit is het leven. Dat is nu. Mm -hmm. En ik denk dat het gevaar een beetje is bij u... ...maar bij heel veel mensen met ambitie is dat je... ...altijd... ...je, je bent niet dankbaar voor dit moment. Mm -hmm. u, u, je, 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 ...je kijkt in de toekomst... ...want dan gaat het beginnen. Dan heb ik... ...dan gaat iedereen mijn potentieel zien. Of dan kan ik echt beginnen doen waar ik goed in ben... ...want dan heb ik al die apparatuur. Dan, dan, dan. En... ...ja, dat is heel moeilijk, maar je moet teruggaan en... Nee, dit is het moment. Wij zitten hier nu uw podcast op te nemen. Dit is het. Dat is kei tof. Dat is kei goed. Morgen bestaat niet. Het bestaat niet, hè. Het is er niet morgen. Helpt u dat een beetje? Nee, ja, maar, niet helpen, maar... Nee, maar wat ik dan bijvoorbeeld denk is... Ik, ik zou het leuk vinden, moest je brood in een situatie zitten waar dat je iets maakt, in, deze, in, in dit geval de podcast... Waar dat je weet, iemand komt op de podcast, die verkoopt morgen duizend boeken. Ik zeg, omdat je bereik dusdanig is. Ja. Dan is de vraag, waarom zo... Hè? Voor mij, er zijn programma's die, als je daar als auteur op komt, dat ja. is goed voor je verkoop. Ja. Dan is bij mij de vraag, waarom kijk ik daar naar op? Wel, dat is omdat ik graag mensen help, denk ik. Of omdat mm -hmm. ik graag in die situatie zit. Maar dan denk ik meteen, ja... Als je vijf collages van mensen maakt, heb je mensen ook op een manier geholpen. Of jezelf. Of die voldoening zit niet in die duizend boeken. Die, dat is niet, of, of, in die, hè, of in dat bereik, of in die impact. Die, dat, dat is, je denkt dat je daar die voldoening gaat krijgen als je dat hebt, maar je hebt dat vandaag, kun je die voldoening al perfect voelen door gewoon te denken. Ik heb vandaag gedaan wat ik graag deed, ik heb dat een manier gedaan dat, dat voor mij correct is. En, en dat dat zo, omdat je ambitie duwt u dus zo precies altijd verder zo. Ja. Ja, ja, dat is de ja. bodemloze put. Ja. Terwijl dat van al die mensen jammer... zijn er vandaag al. Ja, ja. en ja. dat is jammer dat je daar dus, doordat je altijd na, naar de aan de volgende stap denkt, dat je eigenlijk niet genoeg stilstaat bij uh, nu. Mm -hmm. En dit is het. En dit is uw leven nu. En dit is uw carrière. En dit is uw pad. En ik kan dat nu een beetje wel, omdat ik ook wel bewust op een gegeven moment heb gezegd: ik stop met commerciële. Televisie, ik wil echt de tijd maken om mijn eigen pad te volgen, wat dat dan ook is. Dus ik heb wel iets kunnen afsluiten. En nu kan ik terugkijken en nu kan ik zeggen, mm -hmm. oh, maar ik had al een carrière. Maar dat is wel jammer dat ik, dat, <laughs> dat ik tot vijf jaar geleden het gevoel had dat het nog moest beginnen. Ja, ja. Terwijl, dit is het al. Ja, ja, ja. Dit, ja. Ik kan daar niet anders op zeggen dan die keer ja, want... want... Het is gewoon, je daar niet, ja, je staat er op het moment zelf niet, niet voldoende bij stil. Hoewel ik dan voor mezelf denk dat ik daar, daar al relatief bewust van ben, maar je glijdt ge, ge altijd precies terug naar. Morgen wordt het ja. beter. Ja. De volgende kans is de kans. Bijvoorbeeld, waar ik dan wel positief over probeer na te denken, is: oké, okay, van alles wat ik doe professioneel, mm -hmm. wat vind ik nu echt het leukste? En het leukste is hier zitten, babbelen. Niet te veel denken aan de buitenwereld. Wat ik niet leuk vind, is het voor- en zeker de postproductie. Mm. Dus dan is de vraag, oké, okay, als je wilt groeien, groei dan niet omdat je x kijkers, euro's, mm -hmm. dingen, maar groei dan op een manier dat je meer van dit kunt doen, de babbels, ja. en dat wat je minder leuk vindt, dat je daar een team of iemand anders, ja. die dat overneemt. Maar dan zit je aan het focussen op wat doe ik graag, en dat is, dat is met mensen babbelen. En dan, je dat, dan ligt de focus op jezelf en wat jij graag doet, en niet op... Wel, als ik vijf keer zoveel babbels doe, dan heb ik een vijf keer grote... Nee, dat, dat, is niet, dat is allemaal buiten, dat, dat, dat is allemaal vergankelijk. Het, het gaat erom hoe, als je u al manoeuvreert in een positie, doe het dan dat, dat je in een positie zit waar dat jij meer ruimte creëert voor wat jij wilt doen. Ja, of, dat snap ik wel. Waar dat jij blij van wordt. En ja. dat is ook wel. Maar dat is ook het moeilijke, denk ik, aan heel veel creatieve of vrije beroepen, of ik weet niet wat de juiste term is. Ja, Je hebt geen echt carrièrepad. Nee, je moet is al zo. die mijlpalen voor jezelf zetten, halen, om dan te beseffen dat ze, er is geen... Mijn moeder is voetganger, dus ja, ja, dat, dat, ja. dat is heel ja, duidelijk. Wat die doet. Dat is eigenlijk klik-u-mama. Daar zit, daar zit relatief weinig marge op, op waar dat je je mijlpalen zet. Uh, puur naar, naar buiten toe. Hè. Ik bedoel niet voor jezelf. Terwijl al die vrije, creatieve mensen, uh, ondernemers en nog wel een paar dingen, dat ik denk... Het is heel moeilijk. Als je vandaag architect bent, waar, waar, zet, je je, ja, waar zet je je grens? Waar zet je ondergrens? Waar zet je, je bovengrens? Om dan inderdaad na tien jaar te merken of wat dan ook, dat je eigenlijk een carrière hebt gehad waar je misschien niet even tevreden. Het is gewoon moeilijk om fundamenteel daar die rust. Ik denk, wat ik probeer te zeggen, het is moeilijk om, om vast te houden aan die rust. Om, omdat er niet echt een, een vangrijl is. Of die vangrijl is dan ineens een burn-out, om dan te merken van... Ja, dat of, of een scheiding, he 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 of misschien he zoiets. He he. Om dan te merken, ah, ik zat al fout, maar eigenlijk is dat potje al lang overgekookt. En dat blijft zo'n moeilijke, um, moeilijke afweging. Als in, uw moeder, mijn moeder, die weten perfect, zoveel patiënten, kinderen kunnen wij aan, dit, zijn de, dit is de grote, ik weet waar mijn limiet ligt, want die wordt opgelegd, min of, min of meer. Mm -hmm. ja, want ik wil niet insinueren dat die mensen nee, nooit nee, een nee, burn-out nee. of zo kunnen hebben. Maar... Terwijl bij u, je zegt ja, ik sta op Expeditie Robinson, een buitenstaander zou zeggen ja, op die leeftijd, die kans, wauw, wat wil je nog meer? Terwijl dat je zegt van, ja maar eigenlijk was mijn carrière, voelde dat nog niet, nee, dat het op start ging. Nee. En om maar te zeggen, daar is geen heel, er is geen duidelijk nee. gedefinieerde nee. uh, grens. Dus daarom is het heel belangrijk dat je dat voor jezelf, dat je beseft dat ja. dat, dat je eigen verantwoordelijkheid is. Of, of dat het aan het gebeuren, of dat ja. dit, 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 telt. Dit, dit ja. oh ja, zeker, al ja. telt. ja. Dit telt. Ja, of dit telt meer dan wat ik denk dat... De, ja, dan, dan morgen of ja, volgend dit, jaar. Ja, nee, of... die telt evenveel. Mm -hmm. helpt, helpt dat niet keihard als je kinderen hebt? Dat besef van elke dag met die, met die paljassen telt. Elk moment, elk... Ja, ja, maar ook daarin moeten je zelf ook onderwijzen en bij schro schroeven, schaven, schaven als, uh, als ouder. En ik heb daar gelukkig snel ingezien, denk ik, door mijn dagboeken. Mm -hmm. Dat ik, uh, ik wou geen mama worden die dat uh, aan het zagen was op haar kinderen of over haar kinderen. Ik wou een leuke mama zijn. En een leuke mama zijn, dat. Dat kon ik worden door plezier te zien in mijn kinderen. En de rust te, te vinden in mijn kinderen. En uh, dus dat wil zeggen dat. Uh, bezig zijn met mijn kinderen, dat ik dat leuk vind. Omdat ik dan mijn knop omdraai en ik ben met de kinderen bezig en ik probeer niet nog rap een mailtje te sturen. Want mm. dan zijn kinderen vervelend. Maar als je je kinderen als ontspanning ziet. En dus als je je kinderen ziet spelen en heel het huis ziet halen... en je denkt niet, nu staat het helemaal naast overhoop, ik moet dat straks opruimen. Maar je denkt, ziet zit die hier spelen. Amai, die zijn zich aan het amuseren, helemaal naast overhoop. Dat is een totaal andere beleving. Uh, mama, mama, mogen wij een kan bouwen? Heb jij lakens en dit en dat? Ja, hier lakens, touwen. En nog niet nadenken van wie gaat dat straks weer opruimen? Echt, maar. Uh, dus ja, maak het touw en dan kom je kijken. mij en dan help ik mee en dan denk ik nog niet na van... Ja, waarschijnlijk zal ik dat wel eens hmm. morgen of overmorgen. Dus, um, maar die kinderen helpen je dan toch centreren? Of een soort van... Ja, maar nee, je moet dat ook zo... Nee. Want ik zie heel veel collega's, hmm. die dat, collega's en, en vrienden en mama's, die ze zeggen, oh, zeg mij, die kinderen, ik ben blij dat ze terug naar school gaan. Of, hmm. oh, dat is zo vermoeiend, ik ben blij dat die in hun bed liggen, of... Uh, pff, maar vermoeiend is het wel, hè? Maar, maar zo... Ja, en, ja, hoe je erin staat. Of ja, erin hetzelfde met me-time. Um, me-time is dus blijkbaar, uh, ook als je mama zei, is tijd nemen voor jezelf, op jezelf komen en alleen zonder kinderen naar de sauna gaan. Um, me-time voor mij, als mijn kinderen er zijn, is samen iets doen met mijn kinderen. Mm. Ik vind mijn me-time en mijn ontspanning in uh, met, mijn kin, allez, met mijn familie, met mijn gezin iets doen. Maar dat heb ik ook moeten leren. Dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe wel eens me-time wil, en, maar... Uh, het, het zo, het, het, en, en, en momenten op mezelf willen. En dat kan natuurlijk ook. En soms heb ik dat veel te veel omdat ik co-ouderschap heb. Dus ik, ik, ik zie ze helaas ook de helft van een tijd niet. Maar het is toch echt wel ook een, een kwestie van hoe dat je iets benadert en hoe dat je naar dingen kijkt. Dus ja, helpen de, je gasten erbij om in het nu te leven? Ja, als je dat, die kans grijpt. Ja, dus ik was aan het denken, het is dan zo misschien mijn romantische verwachting uh, dat kinderen u de facto helpen, een soort oh. van centreren. Maar je zegt nee, nee, het hangt ook daar hangt het weer van uzelf af. Of dat in welke mate dat is. Ja, want als je u niet centreert als uw kinderen er zijn. Mm -hmm. En jij blijft voortgaan op je carrière. Je moet daar wel rekening mee houden. Hè? Dus natuurlijk zet jij dan s'morgens gestresseerd. Want die kunnen dus niet zelf hun schoenen aandoen. Op drie seconden. Die doen er vijf minuten over. En dat, dat zijn mensen die dat, u, die dat uh, alles een boel vertragen. Hè? Als jij dan blijft vasthouden. En dat zijn veel, uh, veel mensen blijven dan toch vasthouden. Aan hun oude patronen. Aan hun oude ambitie. Aan uh, snel, 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 snel. Dan is er ongelooflijk veel stress ja. en spanning in een gezin. Ik heb ook vrij snel geleerd om, um, ochtends bijvoorbeeld, ik hoor heel vaak, ja ja, maar dan zit je in die rush van de ochtend. En dan denk ik, ik zit echt al heel lang niet meer in de rush van de ochtend, omdat ik op een gegeven moment heb gezegd, ik zet mijn wekker een uur op voorhand. Eigenlijk zou ik nog een uur, ikzelf, een uur kunnen blijven liggen. En dan heb ik nog een kwartier om de kinderen wakker te maken. En vanaf het moment dat dat kwartier voorbij is, en wij anderhalf uur later, heb ik nog een half uur om naar school te vertrekken. Om uh, dan nog op tijd te zijn. Dan is het niet. Dus dat wil zeggen, half zeven, half acht, half negen. Eigenlijk zet ik mijn wekker twee uur op voorhand voordat wij echt moeten vertrekken. Hmm. Uh, maar ik blijf meestal nog liggen tot zeven uur. Ik hou van snoezen of ik mediteer. Dan stak ik op, ik zet de radio op. Dan begin ik al zo wat de boterhammetjes te smeren. Um, en ik heb tijd. Ik laat de kinderen... Soms maak ik ze wakker om half acht. Soms pas om kwart voor acht. Soms ietsje later. Ik heb voor mezelf al minstens voor de kinderen... drie kwartier ingecalculeerd dat ze tijd hebben. Dat wil dus zeggen dat als er een kind... Uh, op het laatste moment beslist om nog eens naar de grote wc te moeten, dat ik denk: Oké, okay, en dan ga ik terug zitten. Zo, hè, en dan pak ik zo, letterlijk en dan leg ik mijn sleutels neer. En, ja. Dat is goed. Of als er een kind nog beslist: ah oh, nee, mama, er moest iets geprint worden. En dan denk ik: Oké. Okay, dus om maar te zeggen. Um, dus eigenlijk zijn mijn ochtenden heel fijn met mijn kinderen. En soms zijn wij te vroeg klaar. Hè? Dan staan we om vijf over acht zeg ik, ja, we hebben eigenlijk nog tien minuten. Ah, oké, okay, ja. Ja, dan ga ik mij toch nog wel even uh, dit en dat. Allee, dus, um, dus kinderen zijn fantastisch om, uh, om wel de aandacht van jezelf af te leiden. En je bent niet meer het belangrijkste in de wereld, dat is een hele gezonde. Maar dan moet je zelf die oefening ook wel maken. Als je dat blijft vinden en, en je wilt maar dat je kinderen... Volgen, ja, dan, dan, houdt dat u, dan zijn kinderen een enorme rem en, en een bron van frustratie. En dat voelen die kinderen dan ook en dan gaan ze zich ook zo gedragen. Hè? Als, kinderen zich, als kinderen voelen dat zij de bron van frustratie zijn, dan worden zij ook letterlijk de bron van frustratie, mm. want dat is de rol waar jij ze induwt. Succes. Mm. <laughs> ja, daarom dat ik ook zo van die fantastische kinderen heb. Heel leuk. Omdat ze een fantastische moeder hebben. Ja, dat is ook zo. Ik ben een hele goede mama. Ja. Dat is leuk. Mm. Dat is heel fijn om niet te twijfelen aan die rol. Mm -hmm. ja. Ik heb ook op een gegeven moment echt gezegd van uh, eigenlijk ben ik in de eerste plaats een mama. Toen je toen de kinderen wel had. Ja, dat wist ik ook ja. niet. Wanneer ik dit heb gezegd, dat weet ik niet, maar mm. ik heb uh, dan op een gegeven moment ge besloten van. Want ik weet nog wel toen dat ik, en dan merk ik eigenlijk aan, aan uh, andere. Uh, Mensen, vrouwen vooral, bekende ook, dat als ze een kindje krijgen... Vaak gaan ze dan na twee jaar of zo nog eens extra iets sexy doen. Of een badpakken shoot. Of, um, of, of een, een, in hun carrière nog eens extra pushen bijna om even los te komen van... Zie je wel? Het is niet omdat ik mama ben dat... dat je moet eens opletten. Um, zelfs... Ja, dat heeft niet met mij te maken, maar zoals Beyoncé... Die, heeft, die is bijna op haar meest sexy geworden als artiest en in haar show en haar lichaam nadat ze mama werd. Mm. Om, en dat is vaak... En ik ben nu weer iets ouder dus ik kan wel eerlijk terugkijken en zeggen, ik herkende dat wel. Oké, okay, ik ben dan wel mama, maar... Hé, hey, dat is de maatschappij dat we inleven natuurlijk ook. Ik ben nog wel altijd... Mm. Ik durf nog een bikini niet dragen. Ja, en zelfs niet uiterlijk, maar, maar ik ben ook nog wel... Een, een vrouw, een vrouw of ik ben ook nog wel een tv radiomaakster of presentatrice of een auteur of een carrièrevrouw. Ja, ik ben dat ook nog en dat heeft mij ontzettend geholpen dat ik voor mezelf toe ga van nee, ik ben, eigenlijk ben ik in de eerste plaats een mama en echt een goeie en uh, en dan kon dan werd ik eigenlijk ook beter in mijn job. Mm. Ja, want dat is dan een stukje het gevoel dat ik nu heb. Ik kan mij perfect voorstellen dat ik weer over tien jaar zit en zeg: eigenlijk ben ik in de eerste plaats een papa. En dat daarin die. Dat je dan eigenlijk. Ja, je moet wel eerst die kinderen waarschijnlijk hebben. Om, voordat je voelt dat je een papa zijt. Maar opnieuw, die Aston Klien, waar ik naar verwees daar straks. die heeft ook twee zoontjes van, ik denk, 6 en 3 ondertussen. En ik volg die dus al een jaar of tien. Dat je ook ziet dat die. in zijn geval, die kinderen. Ik zie ook maar één kant, hè, dat waar je publiceert. Maar die zijn dan collages aan maken, tekeningen, mm. boeken. Want ze zijn onder, onder, over in de New York Times gepubliceerd. En zo dat idee van... Als je een enabler bent, of zo voel ik mij zo... Mensen graag willen helpen, mm. zo u zelf, maar ook andere mensen... En, hoe kan ik er zijn voor u? Wat, als je hier komt, gaat je duizend boeken. Zo, al hey, dat, hey. dat idee. Dat, ik zie hem dat dan doen. En dan denk ik, die is ook gewoon een gigantische enabler voor zijn kinderen uh, mm. opnieuw. Ik zie, maar, maar dan kan ik me dat zo voorstellen, ook, okay, als je bij die wat ik daar straks zei, van zo'n paar jaar bij die kinderen te zijn, zo van je wilt die, die rol heel goed opnemen en vervullen en, en hen tonen, of, of de mm, wereld yeah. tonen. En dat ik me perfect kan voorstellen, als ik papa ben, dan ga ik voelen van: Ah, maar wacht, is dus alles wat ik heb meegemaakt. leidt tot ik die in mijn hoofd een goede, goede vader kan zijn. Maar je beseft dat waarschijnlijk pas als je die kinderen hebt. En dat, dat ook weer zoiets is waar het tijd over moet gaan. Waar. Ja. ja? Dat, dat je niet op jezelf vindt of zo. Of, hmm. of misschien dat je kinderen bijvoorbeeld tegen je zeggen: Ah, mama. Uh, op een moment in uw carrière dat jij denkt. het moet nog beginnen. zegt die kleine tegen u. Oh, mama, dat wat jij gedaan hebt. dat is geweldig. Dat... Ja. Wauw! En dan besef je ineens van. ah ja, wacht, dat is eigenlijk. Wauw! Alleen om maar te ja, zeggen. Ja, ja, ja. het kan vaak van heel kleine. buitenstaanders komen. Allee, ja, 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 ja. maar zeker ook van je eigen kinderen. Dat je, dan pas dat je dan pas dingen begint te zien of zo. En ik denk dat. ik, ik weet niet wat echt mijn punt is, maar zo dat idee van. als je zegt van. ik ben eigenlijk een mama, eerst en vooral. Dat je daar wel die kinderen voor nodig hebt, of weer die tijd over moet laten gaan. Ja, je kunt pas zeggen dat je mama is, als je mama is, natuurlijk. Um, maar. Um... Maar, dat is, ja, maar dat was er wel al altijd. Ja, maar dat, was gewoon zichtbaar. dat wist ik niet. Nee, 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 nee inderdaad. Want ik wil lang geen kinderen willen hebben. Maar is dat dan niet de. Of is dat dan niet. Bijvoorbeeld, jij weet dat je een mama zijt, omdat je mama zijt. Mm -hmm. Ik weet niet dat ik een papa ben, omdat ik geen papa ben. Mm -hmm. Maar je gaat er gewoon vanuit dat ik ook een papa ben mm -hmm. dat zit er al maar het, ik, ik weet het gewoon nog niet en dat is zo'n een stukje van de, frust niet de frustratie nee. maar zo, zo van, er zit iets in mij wat nog niet naar buiten komt maar het kan, ja, het kan nog niet naar buiten nee. komen waarbij andere mensen wel naar buiten is gekomen ja. of zo, omdat ze die, en dat dat ook weer zoiets is een oh. zo beetje die onrust of zo. Oh, wat het ouderschap betreft, want daar zijn we eigenlijk een beetje over bezig, heb ik wel ook geluk gehad dat ik daar nooit over heb nagedacht. En het moment dat ik toen met de papa van mijn kinderen besloot van we zullen er eens aan beginnen, dat was het al zover. Dus, dus ik. Hoe bedoel je? Je zwanger. Ja, dus ik onverwacht. Wou, ja, 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 onverwacht, maar eh, ik pakte al een tijdje de pil niet meer, maar we gingen eraan beginnen over. Allez, als ik terugkwam van expliciet Robinson. Dus over twee maanden was dat toen, of in september, het was mei of zo. En in, in september gaan we er dan aan beginnen, mm. nog een half jaar. En, en die woorden waren nog niet koud, of ik was al in verwachting. Oeh, dat was. Oe, maar, huh? ja, dus dat was onverwacht, maar niet, nee, het was niet gepland. Hoe, hoe was dat eigenlijk? Ja, het, was, het, was, het, was, het was nog niet. Misschien, ja, dus dat, dat, dat zat er wel, maar dat was nog niet van... We gaan dat nu doen, zo, dat. Mm -hmm. Dus dat is me eigenlijk heel snel gegeven. Ik heb daar niet over kunnen twijfelen, dat is eigenlijk. Ik heb niet... Ik, heb, ik, ik had een zot idee. Misschien moeten we aan kinderen beginnen. Och ja, laten we dat doen over een half jaar. Bam, zwanger. Dat was dat. En toen... Uh, ...voelde ik al wel aan van... Oké, okay, dat, dat voelde wel goed, mama zijn ook... alleen ik bedoel, uh, zwanger zijn en zo... En de, wat dat wel fantastisch was, is... Uh, mijn oudste zoon kwam, kwam er uit. En ik had die bij mij. En ik, ik had... Dit is het, hè. Pas op, ik had ook wel van... Fuck, een hmm. kind. Echt, jongens. Echt even van... Ah, ik ga nooit meer gerust zijn. Dat is, dit is mijn verantwoordelijkheid. Dag en nacht. 24 op 24. Ik was even van... oh oh, Maar langs de andere kant wist ik meteen... Nog voordat ik het moederhuis verliet. Binnen de, ik heb dat letterlijk gezegd tegen de vroedvrouwen, binnen de twee jaar zit je mij terug. En minder dan twee jaar later is mijn tweede kindje geboren. Dus ik heb wel het geluk gehad dat ik meteen die, voelde dat, dat ik een talent had. En dat dat dus bleek mama te zijn. En dat dat fantastisch was. En ik vond dat heel vermoeiend ook, want ik, kon heel, ik kan heel slecht tegen weinig slaap, dus wow, dat was heel heftig. Dus ik heb heel snel eigenlijk na nou, een maand bij beide gezegd van ik wil, ik ga geen borstvoeding meer geven, want dat maakt mij kapot. En ik had nog ergens die rare drang van, ik wil weer mezelf zijn, en, huh, even zijn en meer als een niet alleen een mama zijn. Dus dat had ik toen ook. Dat zou ik nu niet meer hebben, bijvoorbeeld. Er komen geen kinderen meer, maar zo slim zou ik nu okay. wel zijn. Um, maar ik heb wel dat geluk gehad om meteen in uh, die moederrol te vallen. En ik denk natuurlijk ook, omdat ik zo'n goed voorbeeld had van mijn mama, die een geboren mama was, die heeft nooit getwijfeld aan haar eigen capaciteiten als mama, die heeft altijd graag mama geweest, dat ik dat wel heb overgenomen en dat dat wel voor mij, ja, ik, ja, ik, ik ging niet meedoen met die hype van, uh, van per se een ploetermoeder of een loedermoeder of een little fuckers. Of, uh, ik zeg niet dat ik dat, dat ik... Dat, dat ik soms ook niet. Heb gedacht van, oh, oh, het is zo vermoeiend. Maar eigenlijk lag dat aan mij. Hè. Dat ligt niet aan die kinderen. Hè. Dat ligt echt aan uzelf dat jij niet de keuze maakt om wat vroeger in je bed te kruipen, iets minder te werken, niet die kinderen de volle aandacht geeft. Alleen je snapt dat je moet u ook hm. durven verliezen in die rol als mama. En ik heb dat gedaan en ik vind, ik vind het fantastisch. Nog altijd. Dus. Hoe oud was je toen, je mama? Of hoe oud is ze oudst nu? Uh, 12 wordt in over twee mm. weken, dus ik was uh, 30. Dat heeft me mm. ook wel geholpen om niet, geen last te hebben van de 30-leeftijd. Mm. Want ik was echt hoogzwanger toen ik uh, mama werd. Well, toen dat ik 30 werd. En ik, was, ik moest nog 32 worden toen dat ik. Voor de tweede keer mama werd, dus ik heb nooit zo van, oh, ik word volgend jaar dertig. Nee, ja, ik ging bevallen, dus dat is ook wel goed geweest. Ik heb ook nooit gehad dat ik veertig werd, trouwens. Je kijkt nu zo, je denkt lang na. Ja, ik vind zo kinderouderschap, uh, ik vind dat een mooi thema om over te praten. Ja. Het heeft mij echt nooit geïnteresseerd. <laughs> dat was ik zo'n denken. Ja. Echt nooit, hè? Ik vind ook eigenlijk ja, of... alleen maar mijn eigen kinderen interessant. <laughs> <laughs> um. Dat is genoeg, hè? Je, het, 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 het zeker weten, <laughs> dat is zelfs al meer dan genoeg. Um. Nee, ja, maar was, dan moest ik direct denken, ja, omdat, je, omdat je prioriteit waarschijnlijk gewoon anders. Alleen nee, nu leg ik woorden in mijn mond, hè? Maar ik kan mij voorstellen dat heel veel mensen. Of ik oh, kijk gewoon naar mijn eigen vrienden en ja, ben daar niet echt mee bezig, maar eens dat dat er dan is, dat je dan zo merkt van, ah ja, van dit. Ja. Maar het, dat... uw leven, echt, dat draait, vond, vond ik ook, hè, compleet, dat is zo. Dat is hm. echt anders. Vooral ook, ja, je bent niet meer het middelpunt van de... Allee, jijzelf zijn hm. niet je grootste zorg meer, hè? Dat is supermaf, hè? Ja, dat vooral, hè. Dat die, jij niet meer het centrum van de wereld. Het nee. centrum wordt verplaatst. En dat daar ah, iets is waar. En daar bijvoorbeeld mijn broer die heeft ook een kleine van. die wordt bijna twee. Nou, ja, dat is zalig om dat meisje te zien groeien. Maar die zegt ook: van... hoeveel tijd had ik daarvoor? Wat deed ik daarmee? Wat, <laughs> wat, wat, wat deed ik met al die ik tijd? Ik heb echt tussen mijn twintig en mijn dertig heb ik, uh, mijn leven weggewerkt, weggefeest en weggeslapen. Hmm. En ik weet nog dat ik toen ook. Wel eens naar een vriendin belde en zei: Die oh, kan het niet aan, die een afwas. En toen had ik nog geen kinderen. Hmm. Toen deed ik me nog was, nog naar mijn moeder. Hmm. Oh, en ja, ik heb echt gefeest en geslapen, denk ik. Denk ik, hè, Wat dat niet klopt. Want ik heb ook heel hard gewerkt Goed. en heel veel dingen gedaan en zo. Maar ik heb zoveel tijd verspeeld. Maar dat hoort erbij. Tuurlijk. Dat hoort erachter. Ik weet dat ik, weet, ik al een jaar geleden dacht gedacht van: als ik zo naar jonge moeders keek, ook wel vaders, maar eigenlijk vooral moeders, zo een soort van. Um, Um, hoe zeg je nou um, Niet appreciatie, te sterker dan daar. Zo van get shit done. Zo van, mm. Die hebben, en natuurlijk van buiten lijkt dat zo, hè? van binnen zullen die dat. Maar zo dat ik daarnaar zat te kijken, dacht zit ik nu echt zo wat te piekeren over ja. hoeveel meeltjes? Dat is weer zo'n stereotyp. En dan ik kijk naar die jonge moeders, dan denk ik, ja, met die kinderen. Wat, wat? Dat is, ik had daar zo'n zo soort van heel diep begrip voor of zo, zo'n fascinatie van. Hoe doen die dat eigenlijk? En vaak weten ze zelf niet hoe dat ze het doen. Maar wel zo'n fascinatie van. Maar die krijgen dat. En ineens staat daar eten op de tafel. Ik ben al drie dagen aan het twijfelen wat, hoe ik, of ik er 50 gram bloem bij moet doen of niet. Die, er staat gewoon eten op tafel. Ja, zo, ja. zo dat idee van zo, dat is zo cool. Het is grappig dat je dat zegt, want dat is iets dat, uh, dat ik ook. Dat alle jonge moeders beseffen, vaders ook, hè, maar vooral jonge mm -hmm. moeders. na nou, drie weken dat ik dacht als mama: hoe heeft mijn moeder dat? ooit gedaan. Hm. Die had er vier. Die daar bam, bam, bam op elkaar. Hoe, hoe? Hoe? En dan stond die vrouw van kind en gezin zo wat te lachen. Maar, ja, dat dat gaat erover hoor. Hm. Wauw, ook respect ineens voor alle mama's. En dat hebben de meeste mama's, hè, Van Oh my god. god ja. De, pho, wow. Hoe hebben mijn ouders dat gedaan? En mijn moeder ging dan nog werken vol tijd. Hm. En die was daar. En... Maar je groeit daarin en ik vind het heel fijn om. Um, ik pas op, ik krijg soms die op opmerking ook nu minder, omdat ik minder reis, maar uh, dat uh, mensen of vrouwen die dat zelf ook een goed leven, en carrière en kinderen hebben, die zeggen van: hoe doe je dat? Hoe speelde je dat klaar? Je carrière, je leven en uw kinderen en jullie doen zoveel. En dan denk ik: oh ja. Ja. Mm. ja, dat is zo, maar ik denk omdat ik dat doe met heel veel plezier, en omdat ik veel rust vind in mm. mijn kinderen, en ontspanning. Ik weet dat uh, Caroline Olaert van Carola's Kitchen, zo'n foodblogster, heeft, uh, die was twee keer op de podcast geweest, en ik denk de maand nadat ze bevallen was, of, of zoiets, waren we aan het bellen van, ze wou een derde keer, of dat was dan het idee van, kom nog eens langs. Mm. En die was aan het praten over die kleine... Die, die zag het echt niet meer zitten. Ja. Zo, ik, mijn oud leven is volledig voorbij. Dit dat is dat. zo. Ja. Uiteindelijk is hij dan in december gekomen. Dus ik denk dat hij een klein ander tussen al zes of negen maanden. Toen zei ze nog van, ik ben blij dat ik dat toen eigenlijk niet heb gedaan. Want toen zat, had ik het echt heel moeilijk uh, met die switch. Ja, ja. En, zegt, en nu gaat dat echt al, gaat dat inderdaad, een pak... zoals ik het interpreteer. Uh, ja. ja, ja. Je um, ben gegroeid in die rol. Ja, dat, dat ik vond ik ook wel mooi. Ik weet nog echt dat wij waren aan het bellen en dat zij aan het vertellen was. En dan inderdaad zoveel maanden later van, ah ja, nee, ik ben er inderdaad in gegroeid. En, en je krijgt het onder controle. Ja, je krijgt onder controle en ook loslaten van je oude leven, hè. Hoe dat je het kende, hè. Ja, maar dat is, ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk is, hè? Ja, ja. Het gaat ook nooit meer terug, hè. Nee, maar ja, ja, dus je krijgt iets nieuws in de plaats. Ja, ja, dat is waar. Ja, ja. ja, ja maar inderdaad. pas op... Uh, dit gezegd zijnde, er zijn ook kinderen genoeg op de wereld. Hè? Er zijn voldoende kinderen op de wereld. Mensen moeten zich absoluut niet verplicht voelen om zelf kinderen te krijgen. En ik ken ook heel veel um, vrienden en vriendinnen die geen kinderen hebben en die een ontzettend belangrijke rol spelen als suikertante of suikernonkel in het leven van, uh, van andermans kinderen. Dat even gezegd zijnde. En. Je kunt ook een heel leuk leven hebben zonder kinderen. Ja. Ja. Ik, ik kijk met spanning uit de komende decennia hoe, hoe, dat dat, hoe dat daar mijn beeld over gaat vormen. Of gaat, gaat evolueren. In welke mate dat, dat, ja, dat ik daar mijn mening ga veranderen. Of hoe dat, dat, hoe dat, dat gaat komen. Uh, maar ja. Ach, kinderen... Kinderen kopen doe je in een zotte bui, zei mijn, uh, mijn dokter ooit eens. En ik dacht: in een zatte bui, ja. <laughs> dus dat is wel. Ja. Dus ik doe het bijna aan een citaatje van uw mama, denk ik, in het boek. Ja. Ik vond dat heel mooi. Um, ik, ik hoop dat ik het juist zeg. Het, je moet je leven zo makkelijk mogelijk maken, maar dat is wel moeilijk. Of ja. dat kan wel moeilijk zijn. Ja, je moet het jezelf zo makkelijk mogelijk maken, maar dat is wel moeilijk. Ja. ja. Ja, dat is, echt, dat, is echt, dat, is, maar dat is echt zo. Als je dat probeert, hè, dan zit het eigenlijk al ver. Hm. Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Maar dat is niet altijd moeilijk. Nee, dat is wel moeilijk eigenlijk. Voor de uh, koffiepauze voeg ik u naar de ontvangst van het boek, van het programma. Ja. Want het programma um, dat loopt nu, dat is sinds twee weken. Sinds... Ja, ja, daarvoor was dat te zien op uh, telenet voor de abonnees. Dus die loopt digitaal. Ja, ja. ja, en nu loopt het uh, echt. En oh, dat is heel tof. hè. Ik, heb nu ook voor, ik begin het nu ook voor een tweede keer terug te zien. Mm. De eerste keer heb ik zo wat watched En dat was ook zo wel even zo, zo wat. Toen was ik ook mijn boek nog aan het schrijven. Dus dat hielp ook wel. Om zo. Ah oh ja, dat hebben we meegemaakt. En dat mm. hebben we meegemaakt. Maar dat was meer zo mijn half oog kijken. Omdat ik toen echt nog wel die reis was aan het verwerken. En nu kan ik er echt wel echt van genieten terug. Nu zit ik wel mee op die boot. En, zijn de negatieve gevoelens wat verdwenen en uh, kan ik er echt van genieten? En het wordt gewoon onthaald. Ik kreeg heel toffe reacties. Hè? Ja. Dat mensen ook uh, genieten van uh, de traagheid en de puurheid van het uh, programma, omdat er zit ook geen spelelement in. hè. Mm -hmm. Het is niet de mol. Nee, moet, nee, maar er wordt niemand naar huis gestemd. Je moet niet stemmen, uh, je kunt het schip niet verlaten. Uh, er zijn geen spelletjes die moeten worden gespeeld, er wordt niet gestookt. Het, je ziet echt gewoon: Het is eigenlijk met twaalf op een boot hè, met de crew erbij. Maar ja, we zijn gewoon met z'n zes onervaar, onervaren zeilers die daar op een schip zitten en de oceaan overvaren. Geen sirenes op nee, een bot. Ik vind ik altijd cool. Ik vind dat zalig. Ja, dan weten dat je in een stad woont. Jawel, ah, ja. ik weet dat ik zo'n jaar geleden Casey Neistat zijn vlogs heel uh, uh -huh. hard aan het kijken was. En die zei ook altijd zo, filmen in New York is verschrikkelijk, want al laat je een straat afzetten, er is altijd een sirene. En hij zei dan zo van, maar ik vind dat zalig. Want mm. ik wil, en elke keer, zelfs bij de tram, lichtjes het ligt irritantes yeah. voor de opnames, maar... En zeker op deze straat, ja. je die sirenes, denk je, ja, ik woon in een stad. Ja, 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 dat is wel in de film, snap ja. ik, ja. ja. En de, maar het was wel dan het idee van, je brengt het boek uit, want ik weet niet de exacte publicatiedatum, was dat september, oktober, ja, november? Ja. september. Dus je brengt het boek uit en je wist dan wel, dus de planning was dat het dan het programma een paar maanden later zou komen. Ja, nee, want dat, dat dacht ik wel. Ik dacht wel dat het boek samen met de... Uh, het boek samen met de serie ongeveer zou uitkomen. Mm. Dat dacht ik. Maar dat is dus blijkbaar. Was dat niet? Um, maar ja, verder heb ik die ook losgelaten. Hè? Ik bedoel, ik uh, ben dan beginnen schrijven in januari tot, tot uh, augustus ongeveer. Alleen juli dan en dan. Je dat heel die ding van nog eens nalezen, nog eens la nalezen, zit klaarmaken, coverontwerp, uh, nee. drukken. Of, dat duurt dan ook nog eens een tijd. En dan, ja, dan kwam dat zo uit dat, 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 het, dat de reeks nog niet op televisie te zien was. Het leuke is dat het boek al goed verkocht en dat de reacties al heel goed waren voor de reeks starten. En dan is dat eigenlijk ook wel tof dat het nu wel te zien is op televisie. Mm -hmm. Want dan krijgt dat boek nog eens een tweede leven. Maar het is wel ook mooi om te merken dat het boek, dus blijkbaar ook bestaansrecht heeft zonder de serie. Ja. Begint het dan te kiemen voor nog boeken te schrijven? Zeker, ja. Het, um, ik heb in het schrijven van boeken en het maken ook echt. Hè, het, het samenstellen, zoals ik daar straks zei. Van uh, de, een illustrator vinden of daarop botsen en, en, uh, en, en, en het samenstellen en het schrappen en hoofdstukken en zoeken en inspireren. En dat, de, heel, dat, heel dat proces uh, heeft mij enorm aangesproken en daar heb ik echt iets in gevonden dat ja. ik wil blijven doen. Ja, ik heb ook een paar keer gedacht van wow, zo het auteurschap, dat, dat is toch echt wel... Fijn, ik moet meteen zeggen dat ik natuurlijk ook uh, de, uh, het geluk heb of de rijkdom heb om verschillende dingen te combineren. Ik kan me voorstellen als het alleen het schrijven in Vlaanderen, als dat uw bron van inkomsten is en uw enige, uh, ja, uw enige punt van uw job echt is, mm -hmm. dat dat heel spannend moet zijn. Ja, want je kunt ook niet. Um, zoals bijvoorbeeld een, een uh, muzikant uh, één plaat uitbrengt, maar in verschillende groepjes speelt of zo. Um, je kunt niet als schrijver, behalve Herman Brusselmans, die brengt er denk ik twee boeken uit op een jaar, maar je kunt niet sneller schrijven dan dat je schrijft. Je kunt niet verschillende boeken schrijven. En dan zo. Dus de, dat denk ik wel dat dat uh, heel moeilijk is. Maar ja, ik heb echt wel uh, besloten dat dat. Dat ik me eigenlijk ook wel durf beschouwen. Oeh heel bout dat ik deze nu zeg, maar dat ik dat, mij wel echt durf beschouwen als iemand die schrijft, ja. Dat schrijven wel een, een belangrijk deel in mijn leven die is, ook professioneel, ja. Dus voor mij is het ook een auteur of een schrijfster. Dat, dat durf ik nog net niet te zeggen. Hè? Heel grappig, Lize Spits zat ja. hier en ik vroeg zo van. Maar wanneer... zij is de echte. Jawel, ja. en zij zegt van, waar is het je schrijfster? En zij zo, ja, voordat het smelt uitkwam, zei ik tegen mensen, ik, uh, ik schrijf. Ja. En als het dan begon te verkopen, zei ik, ik ben een schrijfster ja. van een boek. Ja. En omdat je, omdat je zegt, ik, ik ga het bouwt zeggen, ik schrijf. Ja, ja dat is nog niet dat echt niet hè? een Nee, nee, ik ben een auteur. Dat is helemaal mm. moeilijk. Maar wat ik ook. Daarover, hè. Um, dat is ook wel een belangrijke, denk ik, voor, uh, maar dat is moeilijk omdat dat niet in onze cultuur of in onze opvoeding zit. Mensen zullen je uh, beschouwen als hoe dat jij jezelf ziet en u mm -hmm. uh, uit. En wij denken vaak van niet van. Ja, ja, ik moet voorzichtig zijn. Ik kan mezelf niet zo noemen of zo noemen. Maar als jij voor jezelf zegt: Jawel, ik ben bijvoorbeeld muzikant of ik ben een kunstenaar. en jij spreekt dat uit, zo gaan de mensen dat ook aannemen. En dus eigenlijk zou ik moeten durven zeggen: Ja, ik zie mezelf wel als auteur. Um, om dat mee, nog meer te, vast te zetten mm -hmm. en dat, dat pad te durven bewandelen. Maar bon, we leven in Vlaanderen. Ja, je hebt en... zo die boedhade van fake it till you make it. Maar dat impliceert dat je aan het faken bent. Maar, maar dat, nee, als je wel al zo voelt... Ja, maar het gekke is, ik heb een boek geschreven. Ja, ja. En, en, en ik zit hier te pabbelen over dat boek. En dat wordt gelezen. Dus eigenlijk moet ik mm -hmm. het helemaal niet faken. Dat is... Mm -hmm. Nu eenmaal gewoon een feit. Maar ja, ik ben bezig aan een, aan een tweede boek. Mm -hmm. Maar ik merk nu ook dat, dat uit dit boek, dat is heel mooi om te merken. Hè? Omdat ik uh, heb durven springen, omdat ik dat heb vastgenomen en heb gezegd van ik kies voor mezelf, ik schrijf een boek. Net omdat ik dit soort boek ook en dit op de markt heb gebracht en dit gezegd heb van, ik, die ben ik trots op, hier sta ik achter, dit ben ik, dat daar nu hele mooie nieuwe kansen uitkomen. Hm. Omdat dus, wel, als je, je moet jezelf toont aan de mensen zoals dat je wilt getoond worden en zoals dat je zei. En dat is heel fijn dat dat boek meer heeft teweeggebracht dan enkel het wordt verkocht of mensen hm. lezen het. Dat heeft wel een. Signaal gegeven of een teken van: Ah ja, dat is even ook. En ah, we kunnen. En nu krijg ik hele, heel interessante professionele aanbiedingen, die dat uh, eigenlijk uh, onrechtstreeks te maken hebben met het boek, maar eigenlijk wel gewoon: ik zie wel uh, het rechtstreekse verband. En is dat dan het stukje waar we het straks over hadden, omdat je dicht blijft bij jezelf? Als in: Ik ga dat boek maken omdat ik dat wil maken. Mm. Niemand dat moet, of niet omdat ik dat verwacht, of dat mensen dat verwachten, net omdat je dan relatief dicht bij jezelf blijft, is dat, om dat met modewoord authentiek te zeggen. Ja. Maar dat voel je, dat, dat lees je, dat, dat is niet iets wat je moet doen voor iemand, of dat is geen mooie opportuniteit. Dat is gewoon iets wat je doet omdat je dat wilt doen. En dan is het veel makkelijker voor andere mensen om daarop in te haken, of dan komen er dingen op je pad mm -hmm. yeah. die je daarvoor niet verwacht had, ofzo. Ja. Ik heb ook lang gewerkt in een wereld waar dat ik. Uh... En dat was heel tof, hè. De presentatrice was. Maar dan laat je zo'n klein stukje, stukje zien van jezelf, omdat je echt in een format zit. Ik bedoel, mm -hmm. even bij Expeditie Robinson. En misschien was het dat wel, dat ik het gevoel had, ja, maar het moet nog beginnen. Omdat ik voor mezelf voelde van, ja, maar dit is nog niet wie dat ik echt ben. Of mm -hmm. dit is nog niet... De wereld heeft mij nog niet gezien. Nee, nee. Mm -hmm. um, maar je hebt dat wel nodig om, uh, om ervaring op te doen en om goed te worden in je vak. Mm -hmm. Misschien ga je heel blij zijn hè, over drie jaar hè, dat jij nu nog niet in een grote studio zat en nog geen honderdduizend ja, kijkers ja. had. Want uh, kijkers, volgens mij. Uh, of miljoen uh, uh, abonnees zat of luisteraars zat. Omdat je dan gaat zien hoe, hoe hm. veel beter dat je nog zegt geworden. Maar het zijn, zo, maar het zijn die kleine dingen. Hè. Er, is zo, er zijn twee dingen waar ik meteen aan moet denken. Dat, dat ik denk al luistert niemand. Er is hier iemand geweest. En er wordt. Uh, we zullen wel zien hoe ver dat het gaat lopen, maar er wordt op dit moment een boek van gemaakt. Mm -hmm. Iemand heeft er geluisterd, naar de aflevering. Ah, ja, ja. Die zijn voilà. in contact gekomen en het is een boek wat, denk ik, dit jaar nog zou uitkomen. Hoe tof is dat? dat is de... ah, wel, en het is iemand die mij nauw aan het hart ligt. En dan denk ik, vergeet al de rest: het feit dat dit effectief, dat jij daar een. Want het is niet mijn verhaal, die persoon is daar gewoon komen vertellen, maar. Het feit dat je daar een kleine rol in hebt gespeeld, dat je opnieuw, je, het, je hebt iets gedaan wat jij, al is dat maar 10%, dat straalt af en daardoor komen andere dingen in beweging. En dat zijn van die, van die kleine dingen die je gaat herinneren. En niet ja. is die Mabbel zoveel keer beluisterd of zoveel of zoveel, maar zo van die kleine dingen dat je weet, ik heb Gij iemand zijn of haar ziel of leven aangeraakt. Je hebt heel duidelijk ja. een steentje verlicht, hè? Ja, ja. 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 En dat is, en dat neemt, dat is iets waar niemand u afneemt. Dat is iets waar. En dat zijn de, de, denk ik dan echt de kleine dingen waarvan je achteraf denkt: ja, dat ik nooit zie aankomen, dat is gebeurd en we zullen wel zien wat mm -hmm. er van komt. Maar je weet gewoon, als ik dan met die persoon een kwestie praat, dan voelt je gewoon van: wow, dit is. Omdat ik de keuze heb gemaakt om dit te maken, is dat iets dichterbij gekomen. Ja, ja. En dat neemt, dat neemt niemand u nooit nog af. En er zijn zo: ik weet ook dat ik zo de, de eerste aflevering, ik kon dat nooit herbeluisteren, want ik vond dat dan zo afleend. Nu sinds een aflevering of 100. ik heb beluisterd ik ben er echt fier op. Ja, 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 ja. Als mensen mij vragen, ja. ik zeg zo, mijn maatstaf was zo, ik wil op eender welk moment kunnen zeggen dat de laatste tien afleveringen, dat er minstens zeven of acht echt goed waren. Ja. En ik zit echt zo al een half jaar of een jaar in zo'n wa, waas wa, wa, van, ja. van, amai, ik vind, ik vind het gewoon echt goed ah, ja, en ik geniet ah, ja. daarvan. En, um, maar uh, van, van, ik snap u, um, maar... Maar dat, ik heb dat zelf ook bij mijn eigen uh, radioshows of podcasts. Um, dat helpt niet als ik dat meteen daarna beluister. Ik heb dat ook met televisieprogramma's mm -hmm. trouwens. Als ik me, want ik weet dan nog veel te hard wat er door mijn hoofd ging en hoe dat ik mij voelde. Ja. En pas als ik er achteraf uh, bekijk, als er een aantal weken zijn overgaan, of maanden, hè, of mm -hmm. zelfs jaren. Oké, okay, dat nu niet, maar, maar. En dan pas kan ik daar eigenlijk objectief naar luisteren. En. Um, en dan zijn er ook terecht vier. Maar trots zijn op wat je hebt gemaakt, is ook heel belangrijk. Maar dat is, dat is opmerkelijk, dat, dat is grappig, dat je zegt, omdat ik, da, ik heb dat zo na een babbel, als Conor Rousseau hier was, een paar weken geleden, toen dacht ik, dit is echt de laatste keer. Dus mensen vragen direct, hoe was het? Mm -hmm. En ik zo, uh, ik vond het eigenlijk niet zo goed, want in mijn hoofd had ik vijf dingen. Voor elk ding dat we gezegd hadden, had ik er nog vijf. En dus je ziet eigenlijk voornamelijk wat je niet hebt besproken, of wat het niet ja, is geworden. Ja, ja. En ik publiceer dat. Ik kreeg van een aantal mensen berichtjes van, hé, hey, dat is echt leuk. Ik herbeluister het zelf volledig en ik denk, ah, maar eigenlijk, dat is vlot, dat gaat... Ja, 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 maar het is... en, en dat is zo inderdaad, zo van, laat dat even los, publiceer dat, laat dat even wat bezinken, herbeluister het dan van een, van, van een soort van afstandelijkheid, of met een afstand. En dan merk je ineens van, ah, maar nee, dat was, ik, dat, ik hm. luister naar en ik, vind, en ik vergeet dat ik dit heb gemaakt, ik luister gewoon en ik vind dat goed en ik ben daar fier op. En dat is ook zoiets, en daarom dat ik daar moest denken dat neemt niemand u af. Niemand neemt mij af van het feit dat ik... Ik was nu met Lise eerder, ik was aan het herbeluisteren en ik zo... Maar dit is vlot, dit, mm. dit, dit is een aangename babbel. Ik ben blij dat ik dit gemaakt heb. Ja. En, dat, vandaar, ja, heb ja. De, en dat is iets wat ik al een jaar heb, dat ik echt denk van... En dus stel, met, met dat boek dat dan geschreven wordt, dat zijn dingen, dat neemt niemand u af. En dat zijn zo die kleine momentjes dat je voelt van... Ja, dit, zo, dit is mijn mm -hmm. pad. Of, of hier, hier niet ik van. Um, ja, ik vind dat... Dat is een heel mooie... Uh, dat is ook wat ik daar straks bedoel, van. Het, het gaat niet om wat doet de andere en hoe, dat wil ik ook, maar vooral, ik geniet hier zo intens van, ik wil daaraan vasthouden, of ik wil daarvan blijven genieten. Maar probeer dan volgende keer eens, je je, als je het gevoel hebt van wanneer begint mijn echte hmm. leven, um, probeer dan dit gevoel wat je hebt als je met uh, Lise Spiet hebt gebabbeld, Allee, de, de dingen waar hmm. dat je trots op bent, probeer dat eens echt <laughs> bewust terug te roepen, dat gevoel. Dat moet je echt eens proberen. Dat is echt fijn. Ja, of proberen dat gevoel op een betere of op een andere manier te capteren. Zodat je er makkelijker terug naar kunt verwijzen. Ja, ja. En, en vooral hmm. dat, en dat andere gevoel lossen. Want er is hmm. er niks meer. Nee, nee niks. dat is allemaal in je hoofd. Hè? Ja, en dat, dat helpt u geen stap vooruit. Hmm. Ja, en ook zo. En ik bedoel bij u, nog, nog op zo'n grotere schaal. Maar zo: je, je ziet ook maar wat je ziet. Volgers, bereik, verkoop. Reacties, mm -hmm. maar je ziet niet wat, wat er wel is. Bijvoorbeeld dat mensen jaren later naar je toe komen en zeggen: Uw boek heeft toen voor mij de wereld ja. veranderd, of u dat programma, of dit, of die post. Of... En op een moment zelf ziet je dat niet en denk je: alleen waar zijn nu de mensen die ik geraakt heb? Maar die zijn er wel, ook al ziet je die niet. En dat is iets waar ik da bijna dagelijks wel een berichtje krijg van: ik ben al anderhalf jaar aan het luisteren. En ik denk. Je hebt effectief al, al 300 uur geluisterd. Ja, en ik vind dat geweldig. Ik stap ja. terug met plezier mijn auto in omdat ik uh, tijdens het pendelen. En, zijn zo, en ook daar weer niet vergeten: van, ik zie ook maar wat ik zie. En laat dat niet te zeer uw wereldbeeld bepalen, want dat is maar een fractie van, van de realiteit of zo. Ja, um, nee, laat, daar, uh, laat van de reacties dat je krijgt. of, of, of uh, laat daar niet jezelf, je eigen waarden of je mm -hmm. voldoening van afvangen. Want het begint weer waar we hier begonnen. Hè. Jij moet op dit moment het, een fijn gevoel vinden dat wij dit maken. Mm -hmm. En dan, als, dit, als jij dit al tof vindt, dan, ja, dan, dan, het, dan ja. moet het loslaten. Hè. Ja. Ik ben even aan het kijken. Um... Mijn kinderen gaan alles. <laughs> Ik moet nog ver wandelen. Ja. En uh, dat is grappig, ik had dus een, een, een voorbereiding met een aantal topics, ik heb, ik heb, ik heb er niet naar verwezen, maar ik vind, wat ik heel leuk vind, want dat wil zeggen dat er niks is om op te, dat je niet hoeft terug te vallen op iets als het, uh, is wat een leuk indicator als de tijd snel voorbij gaat, maar ik wou wel, wat ik daarop geschreven heb, de boeken ja. aankondigen of ja. de actie, wat ik uh, voor de luisteraar, die daar die misschien onbekend mee is of waarschijnlijk. Wat ik graag doe, is boeken in een programma weggeven. Dus geen poster is. Gewoon uh, een mailtje sturen naar hi, HI at kobe .show. En zet in de onderwerpregel Evi of Evie Hansen, want dan vind ik het snel. En uh, stuur mij gewoon uw, uh, uw adres en als je er een brief bij wilt, schrijven. Prima. En dan, ik heb tien boeken om weg te geven. Mm -hmm. uh, ik ga even vriendelijk vragen om die te signeren. Of... Ja, ik wil er graag een persoonlijke boodschap in schrijven. Het is ook wel misschien leuk. Doe het cadeau, het boek aan uzelf of aan iemand anders. Mm -hmm. En uh, laat mij dan even weten, of u weet, uh, wie dat je zei en waarom dat je het boek ofwel wilt cadeau geven aan iemand. of ja. voor uzelf wilt houden. wel, wel dat is zalig. Dus stu stuur in dat mailtje wat Evie net beschrijft. En dan zullen wij, pakt over een maand of zo, um, zou mijn voorstel zijn dan Die naampjes trekken ja. en dan krijgen um, uh, de tien gelukkige winnaars. Die, uh, maar dat is wel leuk, want dan weet je inderdaad naar wie dat het boek uh, ja, zal ja, gaan. Ja. En, dan, en dan doen we dat op die, op die manier. En dan zal ik er een mooi cadeautje van maken. Oh, Al aardig. Echt? <laughs> ik ga mijn... jij er nog een kaartje bij knutselen? <laughs> ik ga gewoon mijn naam in die pot steken. <laughs> ik wil ook een kaartje. Nee, maar zo, dus stuur een mailtje naar hi.cobe.chau. -hi en dan, uh, ik zeg het, dan zullen wij over ja. een maand of zo uh, even samen zitten En dan, en dan, dan denk dan... ik echt van, zullen er tien mensen zijn die dat uh, berichtje sturen, denk je? Ik vind dat zo veel. Ik, uh, ik kan daar geen cijfer op plakken. Ik weet dat ik bijvoorbeeld een boek van Floor bijvoorbeeld, echt zo'n 40 mailtjes, en dat waren allemaal ook lieve. Dat is opnieuw weer zoiets, dat gaat ja, ja. niet om hoeveel, want je denkt altijd meer is beter, maar zo, je krijgt dan berichtjes binnen en dan denk je dat is zo lief. Ja. Dat is echt... Ja, ik ben weer te, te, zo daarom aan Maar echt zo, dat is zo lief. De dus mensen graag. zijn heel lief, de meeste ja. mensen zijn heel lief. Ja, ja. Dus um, voilà, we hebben tien boeken en het zal voor, uh, ergens uh, ja. het, eind januari, begin uh, februari zijn. Ja. En uh, ja, als je tot hier hebt geluisterd, dan verdient je ook je deelname. Yes. yes. <laughs> um, Evi, is er iets wat ik moet, uh, nog moet vragen Nog iets wat je wilt meegeven? Nee. Uh, niet bepaald. Ik vond het een hele leuke babbel. Of is het nog niet gedaan? Wel, dit zit nog in de opname, technisch. Um, ja. Maar ik, ik vraag graag op, op de ene zo van: kijk, is er nog iets waar ik. Uh... Uh, nee. Nee. Um, um, we hebben het heel vaak, heel veel gehad over. Um, ik, ik vind het wel mooi dat we elke keer terugkwamen op, op het het begin eigenlijk, namelijk dat we dus eerst zelf een goed gevoel moeten hebben. Wat we, dat ging altijd... Door de, van de rode draad. Ja, was altijd van eerst bij jezelf het goede gevoel hebben. Um, je goed in je... Oei, het kraakt die. Ja. Hier begint iets te kraken. Ja. Eerst zelf een goed gevoel hebben en dan daaruit verder, uh, verder werken. En um, ik vond het ook heel tof dat jij um, dingen vroeg over carrière en... Heel herkenbaar ook uh, en die rust vinden en, en ook wel beseffen dat het ja, dat het nooit genoeg zal zijn. Um, uh, en dat, dat je nu leeft, dat is heel belangrijk. Um, en um, wat ik misschien nog als we dan toch tips zijn aan het uitdelen. Uh, deze ochtend was ik dan heel gestrest. Voor iets heel stom, omdat ik nog naar de supermarkt moest. Dat was mijn eigen dikke fout, want ik had mij diezelfde taak opgelegd terwijl dat het helemaal niet nodig was. Dus wat, we leren bij. Um, en toen kreeg ik toevallig een hele korte meditatieoefening van een vriendin doorgestuurd. Iets heel simpel. En ik was naar hier aan het wandelen en ik denk, ah, ik ga eens even luisteren. En ik zat dus nog altijd met die woede, zo van: oh, er oh, is stress en ik vind het oh, te laat en waarom doe ik dat toch? in? Oh, ik kan niemand mij op en oh, het leven is zo zwaar. Zo. En toen uh, luister, naar die oefening. En die oefening ging erover: oké, okay, um, denk eens even aan alle mensen waar, waar, waar jij van houdt. Waar dat je echt de mensen, dieren, dingen, waar dat je van houdt. En bedenk eens hoeveel liefde dat jij voelt voor die mensen. En hoe mooi dat, dat is, dat jij dat gevoel voor die mensen hebt. En dat heeft mij ontzettend geholpen om uit dat negatief gevoel van woede te krijgen. Want ik begon mijn eigen plotseling weer te bekijken als, ah ja, ik ben eigenlijk een hele lieve vrouw. Want ik hou heel erg van die persoon. En ik hou heel erg van die persoon. En als ik aan, 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 aan dat moment denk, dan voel ik pure goedheid en, en liefde in mij. Dus misschien is dat wel eens. Uh... En ik had die oefening zelf nog nooit gemaakt nee. in meditatie of mindfulness, whatever de naam. Dus misschien is dat wel eens een tip als je nog zo zoiets gestresseerd bent of vol met frustratie zit. Om eens gewoon naar de goedheid van jezelf te kijken en te denken aan. Maar vanuit jezelf, ik hou van die persoon, en ik hou van die persoon, en ik hou van die persoon, en die liefde voelt zo. Want ja, dat voelt alleen maar goedheid. En soms vergeten wij dat wij superveel liefde te geven hebben, en dat wij heel veel kunnen betekenen, dat wij heel veel betekenen voor andere mensen, gewoon omdat wij van die mensen houden. <laughs> Op die noot, dankjewel, Evie. Ja, graag gedaan. En uh, ik zou zeggen, geniet nog van uh, de tijd straks met de kinderen en uh, wat er nog van komt. Het is weekend. Waarom is het vandaag? Vrijdag. Oh ja, oké. Okay. Wel, geniet van het weekend. Dat doe ik mooi. Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube. Geen recensie op Apple Podcasts. Of volg me op Instagram, at The Kobo ik zit ook op Twitter, at Kobe van Rippelen. Een podcast zoals deze luister ik aan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show. steun. Zoals altijd, dank je om te luisteren en tot gauw.